in gesprek met Sybrand. Sybrand Ferwer, kun je nog iets dichter bij de microfoon komen? Dat kan ik. We willen jouw stem graag goed horen. Mijn naam is Patrick Kikke. Welkom bij een gesprek over de magie van radio. Ah. Zit ik hier met een man die gelooft in de magie van radio, Sybrand? Zeker. Ja? Ja. En wat is die magie dan? Ja, die magie is natuurlijk minder geworden toen er overal camera's in studio's verschenen. Dat hoorde ik ook nog af, lees je ook nog wel eens. Nou ja, voor mij begon die magie. Mag gewoon helemaal terug naar het begin? Ja, graag. Ja. Hoe oud was je? Dan gaan we terug naar de zomer van 1967. Dat was natuurlijk een fantastische zomer voor de muziek. Ja. Even kijken, toen werd ik 11. Ik ben geboren en getogen in Goes. Goes is het centrum van Zeeland. Zeeland is het centrum van de wereld, dat begrijp je. Ja. Mijn ouders hadden een hotelbedrijf in Goes op de Grote Markt. Ja. Ik heb een heel mooie jeugd gehad in dat hotel. Alleen in de zomer was het druk, want dan waren het toeristen, was dus echt het hotel vol. En met een oudere broer en een jongere zus, die liepen natuurlijk tijdens de zomervakantie in de weg. Dus wij werden dan altijd met een kindermeisje geparkeerd, hele zomervakantie in een zomerhuisje in Kampeland, vlakbij het Veerse Meer. Dat was voor ons ook fantastisch. En de laatste keer dat we daar het zomerhuisje huurden, dat was in het, tegenwoordig heet het Roompot. Ja, ja. Dat heeft niet zo'n goede naam in Zeeland hoor, de Roompot tegenwoordig. Toen heette het anders. Toen heette dat de Banjaard. Oh. En het adres weet ik ook nog. Dat was de Valkenlaan. Dat oude bungalowpark, want dat heette toen zo'n bungalowpark. Dat bestaat nog steeds. En daarnaast heeft de Roompot de boel een beetje aangepast, zeg maar. En we kwamen in dat zomerhuisje, wat we huurden van, ik denk van Duitsers of zo, dat weet ik niet eens. En wat me daar opviel, in de woonkamer stond een hele grote buizenradio. Ah, met die grote ronde knoppen. Ja, klopt, ja. En verder was het natuurlijk gewoon een eenvoudig zomerhuisje met een keukentje en kamers en een groot terras. Het strand was 5 minuten lopen. Dat is wat natuurlijk, bij mooi weer liep je natuurlijk naar het strand. Maar die buizenradio, dat vond ik zo fascinerend. Waarom? Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik continu met radio, ik zette die radio aan vanaf 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En wat hoorde je dan? Radio Veronica, ja. De zeezender. Ja. Niet de piratenzender, een zeezender. Ja. En dat was eigenlijk de eerste samenwerking. Kennismaking met het medium radio. Dat vond ik echt fantastisch. Wacht, ik onderbreek je meteen. We hebben een heikel puntje. Daar is vaak heikel discussie over. Hè? Dan noem ik het de piratenzender in de column. En dan komen ze van alle kanten. Waarom mogen we het geen piratenzender noemen? Het was toch een piraat? Ja, dat was natuurlijk een naamje. Ja. Kijk, ik vond dat wel. Ik vind daar een coole naam, piraat. Ik vind het juist iets stoers. Volgens mij noemde hij dat toen ook zo. Ja. 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 Jules gelijk zegt altijd, het is een C-zender. En ik zeg altijd, Jules heeft zijn achternaam. Jules heeft gelijk. Ja. Ja. Maar dat was dus de eerste keer dat ik eigenlijk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in mijn zomervakantie in dat huisje daar radio luisterde. Als je kijkt naar de top 40 of de top 100 van dat jaar, platen die tot op de dag van vandaag in alle jaarlijsten of top 1000, top 2 daar staan. Procol Harum, Why the Shade of Pale, maar ook The Beatles, Hello Goodbye, Haha, Set the Clown van Manfred Mann, Ben ik te Min van Armaal. Allemaal uit dat jaar? Allemaal uit dat jaar. 68 dus, zei je? Nee, 67. De zomer van 67. Ja. Ja, echt, dat is een fantastische lijst. De Monkees, Rob Hoeken. Dus ja, als ik naar die top 40 kijk, want tegenwoordig kan ik natuurlijk alles terugzoeken. Ja. Van jeetje, dat komt er allemaal langs. Dat vond ik echt fantastisch. En dan het mooiste moment. Mijn oudere broer, hij leeft helaas niet meer. Loek, die is jarig op 3 juli. En toen zaten we daar dus ook met z'n drietjes en het kindermeisje. Die kreeg voor zijn verjaardag zo'n klein transistorradiootje. Met alleen middengolf. Of MW en waarschijnlijk ook nog lange golf, LW. Maar daar kon je niet. Long wave. En op de middengolf kon je natuurlijk Veronica ontvangen. En ik had zoiets van, Van het die buizenradio niet? Ja, dat ook, wel. Maar, wel. Dus mijn, je ging het terug natuurlijk. Ja. Ook, maar dus mijn broer kreeg al een klein transistorradiootje. En ik ben 30 juli jarig, net als Kate Bush. En Bernice Stemberg. Oh, kijk eens. En Laura Vlasblom. Nou. En Wil Luikinga. Jullie vieren het ook samen? Ja, heel vaak. Ja, heel vaak Kate Bush, die komt aan. Dat vinden we zo flauw. En wie er ook jarig is op 30 juli, ik vergeet steeds zijn naam. Die beroemde disjockey manager uit Spanje. Heeft Edwin Evers, dat was hij. Ja. Ik weet wie je bedoelt. Ja, ik kan even niet op zijn naam komen. Verdorie, hoe heet hij nou alweer? Ja, die beroemde. Ja, en die is, die is even oud als ik. Die is ook van 56. Oké. Okay. Ja, ik heb hem nog nooit ontmoet. Bloedbroeders. Ja, ik heb hem nog nooit ontmoet. Doet hij dat nog steeds trouwens? Weet ik niet. Ik ken hem alleen uit de interviews, ja. Maar 30 juli kreeg ik dus ook een transistorradiootje voor mijn verjaardag. En dat was toen mijn trouwste vriend. Toen we gewoon weer terugwingen naar Goes. Ja, toen was je 12. 12, ja, inderdaad. Ja. Ja. En ook nam heel vaak mee naar school. Heb je hem nog?
Nee, helaas niet. Want ik heb hier laatst iemand gehad, Peter Rijzenbrei, die nam hem mee nog. Oké, okay, nee. Stuk gedraaid eigenlijk. Bij mij ook, ja. Ja. En ik nam hem ook stiekem wel eens mee naar school. Ik had een soort netboek, dat zag eruit als een boek. Dan kon je dan open doen en zo'n radiootje in. En met zo'n klein oortje. Ja, ja. Niet die oortjes van nu, met dat klonk natuurlijk. Nee. Heel blikkerig. Ja. Maar stiekem luisteren, ja. En wat luister je dan? Nou, ik weet niet. Vooral tien keer zat het morgens met koffietijd. Vooral 's middags zat je Lex Harding, Rob Oud. De meer popgeoriënteerde programma's. En ik kan me ook nog heel goed herinneren uit mijn hoofd de datum. Even kijken hoor. 29 februari 1972 was het B-Day op Veronica, Radio Veronica. Dat was Beatlesdag. Okay. Dat was heel bijzonder. Dan draaide de hele dag van 's morgens tot 's avonds alleen maar Beatles platen. Okay. En ik had zoiets van, ja, dat wil ik de hele dag meemaken. Ja. Dus inderdaad. Nee, ik was natuurlijk een brave jongen. Ja. Nee, gewoon de hele dag op school naar met een oortje. Maar had je lang haar dan, dat je dat oortje niet... Ja, ik denk wel, ja, dat ik wel wat langer haar kabeltje had. Kabeltje achter zo. Ja, kabeltje door mijn t-shirt. Ja. Ik denk niet dat je de enige bent geweest. Wanneer kwam dat besef dan van, hier wil ik iets mee te maken hebben? Hier wil ik toch ooit mijn werk van maken? Nou, die twee dingen die me toen dus al fascineerden, dat was het kastje radio en popmuziek. Dat vond ik toen al fantastisch, okay. Want ik luisterde de hele dag naar dus popmuziek. Ja, het ging ook om de muziek, niet alleen om de discjockeys. Nee, echt muziek, absoluut. Ja. En er was nog iets wat mij mateloos fascineerde, dat was geluidstechniek, geluidsapparatuur, microfoons, mengpanelen, versterkers. Wij woonden in een hotel in Goes op de Grote Markt, een best wel groot hotel. En bij dat hotel hoorde een grote zaal, de beurszaal. Dat was een grote zaal voor vergaderingen, recepties. Een feestzaal. En op enig moment werd daar, dat moet begin jaren 70 zijn geweest, werd er een nieuwe geluidsinstallatie gebracht. Onze huisinstallateur, meneer Plateeuw. Dat weet je ook nog? Jazeker, dat was de man als er bij ons een stuk was of iets aan moest het elektrisch. In het hotel? Ja, dan was altijd meneer Plateeuw, die was natuurlijk ook altijd bereikbaar. Ja. En op een bepaalde dag kwam die spullen uitladen achter die beurszaal aan de achterkant van het hotel. En er kwamen 6 langwerpige dozen. Daar zaten van die luidsprekerzuilen in. Die zie je nog in kerken en in dorpshuizen. Oh, ja. Die zie je altijd aan die pilaren, zie je die zuilen hangen, die luidsprekerzuilen. Is alleen mid en hoog of zo? Dat heet dan, dat is een beetje technisch, dat is een zogenaamd een lijntrafosysteem. Dat betekent dat, er hoort een versterker bij van het Italiaanse merk Geloso. Dat is een legendarisch merk uit die tijd, Geloso. Tot... jaar of 15 geleden op elke kermis bij de botsautotent, waar je de muntjes moest halen, stonden Geloso buizenversterker. Dat zag jij, ja. Geloso. Ja. Geloso buizenversterker. 2 microfoons, een Sennheiser en een Geloso. De M68 en de Sennheiser MD408 uit mijn hoofd. Dus de installateur ging dat bij ons ophangen in die beurszaal. 6 zuilen, 3 links, 3 rechts. En in een kast werd die versterker neergezet. Dan hebben we het over 19? Dus het zal 70 zijn geweest, denk ik zo'n beetje. De drive-in show bestond toen nog niet, hè? Nee, nog net niet. Nee. Ja, de Veronica drive-in show misschien wel, denk ik. Begon op te komen, maar het ging voor beentjes dan, denk ik. Vooral voor vergaderingen. Dus, dat moest versterken. Er waren heel veel vergaderingen, dus met ouderwets met een bestuurstafel. Ja. Groen kleed erop en dan 50, 100, aspakken. 150. Aspakken. En dan een microfoon. 1 microfoon op tafel met zo'n zwanenhals, met zo'n bolletje. Oh, ja. Even een fun fact, even terzijde. Dat was dus een microfoon voor spraak. Met zo'n bolletje, op zo'n zwanenhalsje. De Analogs, een legendarische band die de Beatles op geniale wijze heruitvinden op podium. Die hebben tot hun vorige show gebruikten zij die microfoons, zwanenhals en een bolletje als zangmicrofoons. Oh echt? Kan eigenlijk nog goed die waren. Dus die stond op tafel dan en op het spreekgestoelte, dat was standaard, 1 microfoon op de bestuurstafel heette dat. En dan op spreekgestoelte en de andere microfoon, de Geloso M68. Ja, dat was voor mij iets van jeetje, dat vond ik fascinerend. Ja, ging je er ook doorheen praten en zo? Ja, later als ik toen zelf die installatie mocht aanzetten en neerzetten, altijd even testen. Oh, je werd de hoofdtechnicus daar of zo, of wat weet je? Ja, ik noemde mezelf een cheftechniek van het hotel. Oh ja. Maar dat was natuurlijk niet echt van toepassing. Kreeg je niet voor betaald. Nee, want normaal werd door de huismeester werd zo'n installatie neergezet. Die zette dat aan en dan stond er op die versterker een plakkertje tot 8. Zo'n pijltje, zo'n plakkertje. En even nog, die versterker is een zogenaamde buizenversterker. Steeds nog gitaristen, die werken nog steeds met buizen. Een heel mooi warm geluid. Ja. Die versterker zette hij aan met dat blauw. Dat werd dan zo mooi. Ja. En even dan, maar dat is puur technisch, waarom het altijd blikkerig klinkt, die installaties in dorpshuizen en in kerken. Ja.
Akoestiek, denk ik dan. Nee, dat heeft ook te maken met de techniek. Dat heet een lijntrafo. Dus in die versterker zit een transformator die tot een bepaald voltage de uitgang naar de luidsprekers toe opbrengt naar iets van 60 of 100 volt. 100 volt installatie wordt ook wel eens genoemd. Het voordeel van zo'n installatie was, de lengte van de luidsprekerdraden maakte niet uit. Dat kon je tot 600 meter. Alleen het klonk altijd zo. Alleen ja. Met, ja. En dat kwam dus door? Ja, door het systeem. Dat heet een lijntraaf, 100 ja. volt systeem. Je ziet het ook nog bij wielerronders. Dan hangen ze altijd van die toeters in de lantaarnpaal. Ja. Hetzelfde systeem. Het is perfect verstaanbaar. Of zwembaden. Ja, oh, inderdaad. Ja. Ja. Maar er zit dan wel vertraging op. Hè? Dan hoor je het altijd rond echoen en zo. Hè? Ja, de vertraging komt natuurlijk door het feit dat als je over een traject van honderden meter speakers hangt. Dan ja, dat gewoon, ja. Het heeft niks met die kabels te maken. Nee. Dus de vertraging door lucht. Er is een bepaalde formule voor, kan je uitrekenen. Oké, wanneer werd er in die zaal ook gedanst? Dat is toch vast ook gekomen, want daar is zo'n zaal voor. Jawel, ja, dat was inderdaad bij recepties. Maar dan kwam toch meestal een orkestje spelen. Ja, en niet, er werd niet versterkt? Nee, dan was het inderdaad tijdens de receptie, als er dan werd er gesproken. Ja, het bruidspaar toegesproken of de jubilaris. Via dat microfoontje, maar dan s'avonds kwam er een dansorkestje, heette dat. En die hadden meestal een eigen installatie mee, met twee zangzuilen, links en rechts. Ja. En dat vond ik wel fascinerend, ging ik altijd even kijken wat zij hadden. Dus toen was je een jaartje of 15, 16? Ja, zo'n beetje dat inderdaad, ja. Niet zelf een drive-in show gestart? Nee, uiteraard wel gedraaid. Ja? In die zaal ook? Nee, daar dan weer niet. Nee, het was toch een beetje een klassieke feestzaal. We noemden het de beurszaal. We waren er vooral voor vergaderingen. Heel veel vergaderingen, bijeenkomsten. Ook van de gemeente, recepties. Ja. Heel, heel traditioneel. Dus inderdaad, receptie. Plechtig. Ja, plechtig. Ja. En heel vaak dan een diner. Maar we hadden een mooiere zaal voor het diner. Overdag de receptie met bruidspaar, jubilaris. En dan de bovenzaal van het hotel. Daar werd dan voor 30, 40, 50, 60 man een diner gedekt. Ja. Dat was dan weer aan de andere kant van het hotel. En waar draaide je dan wel? Goeie vraag. Ja. Smaakt het water trouwens? Ja, het is goed water officieel trouwens. Officieel Vinkeveenswater. Ja, ik begrijp het. Ik zet hem even op de grond, dan staat hij in beeld. Oh, je mag zo nog goed, een glaasje hoor. Ik zag laatst een Vinkeveense plassen. Dat is dan zo'n... Gaan we die kant al op, ja? Nee. op enig moment... even jij kocht platen ook, neem ik aan, die tijd, toch? Je ging singeltjes kopen en zo. Ja, maar dat kostte duur. Ja. Goed Nederlands. Singeltje kostte 4, 5, 6 gulden. Ja. Een LP 20, 50. Ja, dat was duur. Dat deed pijn. Ja, nou ja, dat voelde in je portemonnee. Maar ja, goed, daar spaarde je voor. Ja. Ik heb trouwens al mijn vinyl bewaard en nooit wegdoen. Nee, wordt alleen maar geld waard. Ja, nou, ik heb niet zo'n grote collectie. Nee? Maar, hoeveel? Nou, 800 LP's en 600 singeltjes of zo. Ja. Ja. Die heb je allemaal nog. Ik heb alles bewaard, ja. Op enig moment. De zeezenders waren gestopt, hè? 31 augustus 1974. Ja, ik was toen net een maand oud. Oh ja. Twee maanden, sorry. Ja? Nou, mijn generatie uit die tijd, veel hobbygenoten, begonnen een eigen piratenzender. Aha. Zo ook ik. Aha. Dus met een paar goede vrienden Radio Goes gestart. Ja, natuurlijk. Vrije radio vanuit het centrum van Zeeland. Ja, antenne op het dak. Met de slogan, onze slogan, illegaal voor allemaal. Ja, dat is nog geniaal. Het klopt. Het staat ook in de jingles. Ja. Illegaal voor allemaal. Prachtig. Stickers, zo ja. Ja. Dat werd een beetje mijn hobby. Wij waren wel heel braaf, want we namen alles op van tevoren. Want ik had een studiootje van mijn spaargeld. Dat wilde ik niet live aan de zender hangen. Nee, want ik ben je het kwijt, hè? Precies, ja. Dus wij namen het meestal vrijdagavond op. Op cassettes? We hadden een bandrecorder. En een van Frans Verstee, die is ook hier uit Middelburg. Die werkte bij een technische groothandel. Die had een band gevonden. Die was triple. Dat wil zeggen, kon er op één 18 centimeter spoel, kon 4 uur. Oh, wauw. Was op de laagste snelheid dan? 4,75. Maar dat was natuurlijk fantastisch, 4 uur. Dan hoefde ik maar één keer de band te wisselen. Het was triple band. Ja. Alleen, je moest heel voorzichtig spoelen. Want? Die band was flinterdun. Oh, die brak. En als die zou breken of bij het spoelen of stoppen tussen de spoel zou terechtkomen, dan moest je er een heel stuk uitknippen. Ja. Dat was wel te doen. Maar daar moest je heel voorzichtig mee zijn. Okay. Triple band heb ik waarschijnlijk ook nog staande. En dan, ik deed de bandwissel. Ergens hadden we een pandje waar we dan iemand een zoldertje ter beschikking stelden of een leeg pand. Klein mengpaneeltje. Hoeveel wat zonden jullie uit? Ja, we hebben verschillende zenders gehad. Alleen omdat wij in Goes is het centrum van Zeeland.
En geografisch gezien, dat was heel mooi. Dus je kwam bijna over heel Zeeland kwam je. Dus ook, je kwam ook aan de overkant, Zeeuws-Vlaanderen. Want daar zit water tussen de Westerschelde. En water draagt mooi. Dus we kwamen zo'n beetje tot heel Zeeland kwamen. Vlissingen, Middelburg, heel Goes omstreken, Noord-Beveland, Zuid-Beveland. Stereo, mono. Nee, mono. Ja, op FM wel. Ja, FM, de 102. Ja. Goed idee. 102? 102. Ja, dat was toen een vrije frequentie. Er was bij heel veel piraten in die tijd zaten rond de 102. Oké. Okay. MC, 102. MC noemde die dat nog, 102 megahertz. En voor de bandwissel had ik een klein mengpaneeltje, heel goedkoop. En een cassette voor een soort 1 minuut cassette. Die start je dan en bandwisselen in 1 minuut. Nou, dat ging mooi. En wat dan stond er op die cassette? Gewoon even een tune of zo? Ja, ik deed een tunetje en een jingeltje en misschien ook wel de reclames. Want ook reclames natuurlijk, van de lokale. Werd gewoon verkocht. Ja, nou, onze grootste sponsor, en dan kom je bij de Dravin Show. Een legendarische platenzaak in Goes was Open 7. Open 7 Music Center, Lange Voorstraat 73. Daar werkte ik ook nog als vakantiekracht. En dat was onze grootste sponsor. En wat heel prettig was, we namen meestal vrijdagavond op of zaterdagavond. 17:15 ging ik naar de winkel en dan kreeg ik de hele top 40 en tipparaden mee. In elke platenzaak in die tijd stond achter de toonbank stond de top 40, 2 rijtjes van 10. Ja, om te luisteren. Ja, maar ook voor de verkoop. Hè. Dus je komt in een platenzaak en je wil een nieuwe single van Boney M. Staat dan, ja, dan moet je wel in huis hebben. Ja, en de tweede rij was de tipparade. 2 keer 15, nummer 1. Alles, ja? Ja, de baas van de platenzaak was natuurlijk het belangrijkste, die single verkoop. Ja. Daar zat de meeste marge op. Ja. Dus het was natuurlijk een truc om maandag... ik weet niet of je dat kent, vroeger had je Siep Kroeske, legendarische naam. Die werkte toen bij de Top 40, Stichting Top 40. Die sprak elke maandagmiddag een bandje in, speciaal voor platenwinkels. En dan kon je vanaf, ik geloof, 2 uur 's middags, las hij dan voor. Dan kon je een telefoonnummer bellen. Dan las hij voor de nieuwe binnenkomers in de Top 40. Ja. Dan wist de platenwinkel, oké, die gaat nu, ga ik niet meer inkopen, want die komen er binnen, die gaan eruit. Ja. Een nieuwe alarmschijf werd bekend op maandagmiddag. En de nieuwe binnenkomers in de tipparade. En daar kocht een platenzaak op in. Ja. Dus maandagmiddag om tussen 2 en 3 dat bandje afluisteren. Dan belde hij naar de platenmaatschappijen die de singeltjes leverden. En dan had hij meestal woensdag de nieuwe singles binnen. En donderdagavond koopavond. En dan vrijdag, zaterdag de belangrijkste zaken van platenwinkel. Omdat wij zo'n goede band hadden met Kees van de Oosten van Open 7... konden wij, als wij gingen opnemen, altijd daar het bakje halen met de top 40 en de tipparade. Ja, dus dan je had, terugbrengen. Ja, de dag erna. Maar je had dus als piratenzender, je had altijd alle nieuwe platen. Ja, te gek. Anders moest je opnemen van de nationale hipparade en dan zat ze weer doorheen te beppen. Ja, dan klonken we niet. Had je hem weer niet helemaal. Precies. En dus praat hij ook intro's vol? Ja, dat deden we. Ja, dat waren natuurlijk gewoon een redelijke kopie. Ja, van Veronica. Ik denk toen inderdaad via Veronica Noordzee, maar daarna werd het alweer Hilversum 3. En hoe heette jij on-air? Ik moest natuurlijk ook een DJ-naam hebben. Ik heet Koos Kabbelbeek. Koos Kabbelbeek? Ja, weten mensen dit? Ik hoop het niet. Ik weet dat wel bij je passen. Nou ja, ik had ook zoiets van je moest dan een DJ-naam hebben. Ik dacht van ik neem een beetje een rare naam. Koos Kabbelbeek, het blijft wel hangen. Ik weet dat ik nu, als ik dit onthoud, dat is een goeie. Oké. En hoe was Koos Kabbelbeek als DJ? Want ik vind wel dat jij een goede verhalenverteller bent. Mm. Deed je dat ook op de radio? Vertelde je verhaal of was je niet echt een DJ? Nee, ik had geen DJ-stem. Ik probeerde iets lolliger te zijn dan de ander. En dat lukte? Ja. Nou ja, een van onze disjockeys, Jan Parent, is later nog terechtgekomen bij Mi Amigo aan boord. Dat heette toen waarschijnlijk alweer Caroline. Dus die heeft nog op zo'n zendpiraat gezeten. Is later bij Omroep Zeeland gewerkt. Mm-hmm. Dus die heeft nog zijn... Onder die naam? Nee, die heette Jan Meulenhof als disjockey naam en Jan Parent in het echt. Oké. Ja. Maar Jan heeft dus nog gewoon... Die is doorgebroken. Ja, die is doorgebroken in Zeeland, Omroep Zeeland. Ja. Maar jij bent ook een soort van doorgebroken, toch? Ja. Want je bent de bekendste technicus van Hilversum en omstreken, laten we eerlijk zijn. Nog een keer? De bekendste technicus van Hilversum en omstreken. Hartelijk dank. Die kun je eruit knippen? Nee, dat knippen we er niet uit. Nee, maar ik bedoel als jingle. Oh, oké dan. Heb je eigen jingle? Ja. Zijn de drie dingen die me dus als klein Siepje mateloos fascineerden. Ja. Dus muziek, het kastje radio en audiotechniek. Ja. Nou ja, als je dan in Hilversum als technicus terechtkomt, dan is dat daar waar je van gedroomd hebt. Walhalla. Ja. Maar niet gedacht van ik wil de volgende Lex Harding worden, de volgende Peter Holland. Nee, en nog steeds, ik ben eigenlijk gaan presenteren op Radio Goes omdat we niemand anders hadden. We wilden nieuwe disjockeys, maar er was niet zoveel te vinden.
Je had uiteraard in Goes en omstreken discotheken. Ja. Maar dat waren van die discotheken-disjockeys. En die waren best wel kritisch. Ja? Ja. En wat we ook deden, nog even als Radio Goes, we wilden niet alleen maar plaatjes draaien. Ook als er in Goes iets gebeurde, ja. Dan gingen we erop af om een soort reportage te maken. Want ik had zoiets van, ja, alleen maar plaatjes draaien. Ja, maar echt een soort lokale radio. In feite hadden ze zoiets van, ja, het zou leuk zijn als dit legaal zou worden. Ja, is dat gebeurd? Wel, Radio Goes heeft nog een bestaan gehad als lokale omroep, maar toen was ik al lang weg uit Goes. Mm-hmm. Maar ik ging bijvoorbeeld ook, kan me nog goed herinneren, ik had een Revox bandrecorder. Dat was toch wel een dingetje van mijn geld. Die kon je omhangen? Nee, dat was een zwaar ding. Okay. Een Revox bandrecorder is gewoon zwaar en groot. En ik ging dan naar Overzande, een dorpje buiten Goes, naar Klomppop. Klompop in Overzande, dat was een popfestival. Ja, verslag geven. Ja, en bandjes opnemen. Oh, de muziek ook echt? Ja, en dan ging ik van tevoren. Ja, Zeeland is natuurlijk niet zo groot. Dus je kende altijd wel iemand die daar iets mee van doen had. Ik zei, ja, vinden jullie het goed als ik kom? Ik wil het graag opnemen. Ja, natuurlijk, hartstikke leuk. Dus dan nam je de lokale bandjes. Bluff en Raccoon bestonden nog niet. Enige band, denk ik, in die tijd. Laat pas Gorefest. Dat is een legendarische, wat is het, metal? Het is volgens mij nog geen thrash metal. Harde muziek, ja. Legendarisch. Nam je op, zond je ook uit later? Ja, Gorefest, dat is na mijn tijd, zeg maar. Maar die lokale bandjes, bijvoorbeeld dit popfestival, dat zonden we dan uit. Ja. Ja. En dan, even kijken, Drive-In Show. Ja, wacht, ik heb nog één vraag daarvoor. Vraag. Ja, dat mag. Zijn jullie nooit uit de lucht gehaald? Jazeker. En hoe vaak? Ik geloof 4 keer en ik heb 2 keer voor de rechter gestaan. Echt? Ja. Als, hoe oud was je toen? Even kijken hoor, had ik inmiddels een brommer. Dus ik was toen 17. En ik vond het illegale niet zo leuk. Ik ben dus letterlijk opgepakt. Ja. Oh, echt? Afgevoerd? Busje? Nee, maar... Ik heb gearresteerd echt? Ja, aangehouden heet dat. Oké. Okay. Ja, dus staande gehouden. Ik heb in Goes op het politiebureau in een cel gezeten op een zondag. Kan ik niet zeggen. Nee, oké. Okay. Dat vonden je ouders niet zo leuk, denk ik. Nee, ik vond het zelf ook... Want de naam van het hotel werd ook een soort van... Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Maar goed, die piratenzenders in die tijd hadden natuurlijk... Ja, het had wel een beetje... Men vond het wel een beetje leuk. Charme. Ja, en sterker nog, de regisseur die me oppakte, die kenden wij ook. Oh, die zei ook van, ik luister altijd. Dat was regisseur Aarts. Oké. Okay. Hij zal inmiddels... En het was zelfs zo, op een gegeven moment, volgens mij ging hij met pensioen, hebben we nog namens Radio Goes een bloemstukje met een antenne erin gestuurd. Want, ja. Leuk, dus dat ging niet echt heel agressief? Of? Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik vond dat illegale vond ik niet zo leuk, nee. Nee? En dan nog even één fun fact, mag dat? Ja, natuurlijk. Gooi erin. Ja, bedoel, is ook een beetje jouw programma. Toch. De piraten scene in Zeeland was niet zo groot. Hè. Je had Goes, Middelburg, Vlissingen zaten ook wat zenders. Renesse misschien? Ja, dat weet ik niet. Renesse was natuurlijk weer de Schouwen Duiveland. Dat is weer de andere kant. Er werkte op een van die... zenders, ik denk in Middelburg, Radio City waarschijnlijk, presenteerde iemand met een hele mooie stem. Ik noemde hem de Hans Hogedoorn van Zeeland. Oké. Okay. En dat, zijn discjockeynaam is Joop Berger. En die de Jan Parent die bij ons werkte woonde in Middelburg, die kende elkaar. Wil je voor ons wat teksten spreken? Ja, natuurlijk. We deden onderling nooit zo moeilijk. En die Joop Berger is laat en nu nog steeds heeft een hele hoge functie bij de NOS. Radio in Hilversum. Aha, je kwam hem nog wel eens tegen. Ik kom hem wel regelmatig tegen. Ja. Ik zeg niet wie het is. Niet dat het geheim is, maar dat vind ik leuk. Ja. Ik kom Joop regelmatig tegen. Onder een andere naam dus. Ja, maar als wij elkaar tegenkomen is het... Hé hey Joop, ja. Koos. Hey Koos, hé hey Joop. En dan zie je mensen om ons heen kijken. Ja, ja. Maar dat is Joop niet. Ik zeg, dat is Joop. Dat is jullie geheimpje. Ja, dus, en voor degene die het is makkelijk uit te zoeken. Maar hij heeft een hoge functie bij de NOS Radio. Oh, cool. En, nog steeds. We gingen nog naar de Drive-In Show. Ja, de platenzaak, Open 7, Lange Voorstraat 73, Kees van Oosten. In Goes. Die was ooit begonnen als discjockey in de discotheek van Goes. Dat was El Toro. Heb ik ook nog wel eens gedraaid. Oh ja. 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 Even lang bestaan. Bestaat er nog, het heet nu De Stier. Oh ja. Nou, dat is... Origineel kan je God, zijn. Daar hebben ze het lang over vergaderd. Ja, dat zijn Zeeuwen. Die gaan ver. Nee, natuurlijk. Die hebben die hele zaal afgehuurd in dat hotel daar. Hier gaan we eens even voor zitten. Ja. Want ik was onlangs nog in Goes en liep er langs en denk van, hé, De Stier, dat was vroeger El Toro. Ja. Daar draaide Kees als discjockey en die is toen vanuit zijn hobby een platenzaak begonnen. Dat was destijds toch wel de platenzaak van Goes. Mm-hmm. Dus Kees had ook nog een drive-in show, de Open 7 drive-in show. Ja, tuurlijk. En alle discjockeys van Radio Goes draaiden ook bij de Open 7 drive-in show. Ja. Dan hebben we het over even voor tijdsbeeld. Even kijken, nou, dan zijn we alweer wat verder in de tijd. 77, 78, 79, 80. De tijd van de disco kwam allemaal op, drive-in shows kwamen ja. op. Ja.
Het vaste lijstje uit die tijd was Boney M, AC/DC, Status Quo. Relight My Fire. Dan Hartman, nummer 1 hit. The Whistars. Michael Jackson kwam op. Running with Running with the Devil van Halen met een fantastische intro. Die start. Had je ook licht? Hadden jullie licht? Ja. Het was een mooie drive-in show. Ja. Uiteraard nog wel met draaitafels. Ja. Mooi mengpaneel, 2 Lenko L75 draaitafels. Aha, microfoontje. Beide microfoons. Links een mooie kast met lichtorgels. Ja. Licht boven de speakers achter ons. Goede monitors. Nee, dat deed je niet. Je had wel een mooi systeem, een drieweg systeem. Dus laagkasten, middenkasten, hoogkasten. Maar je had gewoon... Je koptelefoon op? Nee, ook niet. Gewoon het geluid wat terugkwam uit de zaal, dat was je referentie. Dat ging eigenlijk wel goed. Maar dat is eigenlijk inderdaad heel apart dat je dat... Ja. Wat voor een koptelefoon? Dat was wel bijzonder. Een grote witte, denk ik. Nee, bij die drive-in show, in die platenzaak, had je zo'n een bar waar je dan je singeltjes kon luisteren. Ja, met zo'n telefoon. Ja, met 2 van die telefoons. Ja. Dat gebruikte je ook bij de drive-in show. En het mooie daarvan is, dat was zo'n heel, een soort douche, zag eruit, een soort douche. Ja, een douchekop, ja. Maar het mooie eraan was, dat ding was onverwoestbaar. Ja. Dat kon stuiteren en dat ging nooit stuk. Ja. En je zette de plaat scherp met 1 oor, dus met het andere oor bleef je altijd... De herrie van dus je viel nooit in. Ja, slim. En dat was echt fantastisch. En het leek alsof je stond te bellen. Even een fun fact van mijn kant. Oh, fun fact. Ik heb nog wel eens ergens gedraaid en er lag geen microfoon. En toen heb ik gewoon de koptelefoon gewoon in de microfoonuitgang natuurlijk. Dan kan je gewoon in de koptelefoon praten. Hè. Heb je ook een microfoon? Zeker. Ja. Dat heb je nooit gedaan. Nee. Wat we ook hadden, en dat was ook wel een mooi systeem. De cd-speler, de cd bestond nog niet, want die is pas geïntroduceerd tijdens de Virato eind 82. 83 dacht ik, 283, ja. Ja, 82 op de Virato, augustus, september, daar werd hij gepresenteerd. Met Dire Straits natuurlijk, dat album. Ja. Maar goed, feitjes. Nog even een geweldige woordspeling van Frits Spits. Waarom draai je steeds Dire Straits? Dat is echt een Frits Spits. Ik vind het fantastisch. Draai je steeds Dire Straits? Ja, draai je steeds Dire Straits. dat is Frits. Ik vind het zo mooi. Ja. Woordkonsenaar, Maar goed, daar vind je shows. Nog even afrondend, Nou, het enige, je had die Lenko draaitafels. Ja, met de hele sloegen over. Ja, maar die kwamen ook heel traag op gang. Ja, het overslaan kan je verhelpen door een stoeptegel onderin. Ja. Ja? Oh, ik dacht gewicht op de naald te leggen. Een dubbeltje of een kwartje. Ja, dat was ook nog zo. Er was destijds een disjockey van Radio Mi Amigo. Dus Radio Mi Amigo zat bij de studio's in Playa del Aro. Bart van Leeuwen heeft daar nog gedraaid. De technicus die had als naam Maurice Bokkenbroek. Dat was ook niet zijn echte naam. Die had een kastje verzonnen, dat heette de Quick Disc. Ja. Ik weet niet of je dat kende. We zijn in beeld, hè? Ja. Dat is een klein vierkant kastje. Ja. En er zaten 2 klemmetjes aan. Een soort klemmetje dat hield de slipmat van de draaitafel vast. Mm-hmm. In dat kastje zat een reletje. Ja. Op het moment dat je dat kastje aansluit op de spanning, is dat klemmetje dicht. Ja. Snap hem al. Snel start. Dat startte zo ontzettend snel. Ja. Dat was echt, je kon zo... Ja? Op, ja, net als hij, bij... Er ging een stukje open en hup, dan ging de mat. Echt ongelooflijk. Ja, via de mat. Ging via de mat, dus we hadden dat kastje... Hij bleef draaien, de plaatsspeler? Ja, precies. Ja, en dan hadden we een schakelaartje gemaakt naast de draaitafel. En er was inderdaad veder open. Niet te lang natuurlijk, want dan gaat het rondzingen over de naald. Tjak. En dat was zo fantastisch. En zo kon je ook doorstarten, want je natuurlijk in de discotijd was platen mooi doorstarten. Ja, want mixen deed je nog niet. Nee, dat was toen nee. Nee. Je was gewoon drive-in show ouderwets met een microfoon. Want je had niet de pitch control. Nee, dat hadden die. Nee, dat later pas bij de SL1200 van Technics. Ja. Maar goed, het was te gek om te doen. Dat heb je veel gedaan dus ook. Hij werd fantastisch. Ja, dus heel Zeeland. Dus uiteraard kwam je in Goes, Kloetingen, Renesse. Ik weet ook waar jij kwam. Dat heb ik ook nog gedraaid. Ga ik je nu zeggen. Bij de Kikiris in Sierenhoek. Ja, Sierenhoek. Legendaris Kikiris. Ja. Dat was een... veel gedraaid, leuke tent. Hele handige zakenman. Aan de ene kant Kikiris, aan de andere kant, maar dat wordt de Zeeuwse, de geveltjes. Ja, dat weet ik ook nog, Ook nog gedraaid, ja. En dat is later volgens mij een pannenkoekenhuis geworden. En die man rekende ook gewoon cash met je af. Die zat, ik kan even niet op zijn naam komen, maar die had dan... Die Kees of zo? Kees van Kikiris? Is dat later geweest? Dat zou kunnen. Ja. Maar in de geveltjes, de geveltje was ingericht als een soort dorpsplein met allemaal letterlijk geveltjes van oude huisjes. En een van die huisjes, dat was het postkantoor, daar moest je je muntjes halen bij de baas. Ja.
En er was altijd de vaste prik als er als die sigaar gerookte kwam, veel rook uit het postkantoor, dan ging het goed met de omzet. Ja, dat was, dat wist je nou gewoon. Kikiris. Sales, hè, van kijk hier eens. Ja, kijk hier eens. Ja. Leuke tent, maar enthousiast publiek ook. Zeker. Ik heb daar graag gedraaid. Ja. En dan draaide jij dus ook met de Opus 7? Nee, want van de tent zelf. Die had een vaste installatie. Ja, vaste installatie. Dus jij ging ook als dishockey gewoon geld verdienen? Ja, niet zoveel. Ik vond het leukste met die drive-in. Dat was je eigen winkeltje. Ja, je was altijd met z'n tweeën. Ja. Je kreeg van Kees de platen mee en afrekenen, aflopen en de dag daarna. Ja. Kees het geld inleveren. Ja. Laten we eens een sprong maken. Laten we eens een sprong maken. Naar daarna. Ja. Wanneer kwam jij in Hilversum terecht? Heeft dat lang geduurd? Nou, dan komen we terecht in april 82. Ja. Door Radio Goes en Open 7 kwam ik in contact met Kees van Vredegem. Kees van Vredegem is wereldberoemd in Goes. Tot op de dag van vandaag. Vorige week nog gesproken en gezien. Kees is muzikant. Onder artiestennaam Kevin Village. Heel muziekmakend. Zeeland kent Kees. Kees is echt een legende. In 1982 had Kees een LP opgenomen en een singeltje. En hij zei tegen mij, uiteraard werd het in Goes verkocht in de platenzaak. Maar Kees zei van ja, ik wil mijn singeltje in Hilversum onder de aandacht brengen. Dus jij ging hem pluggen? Nou, Kees zegt van ja, ik kan wel een plugger inhuren en een singeltje opsturen. Maar zei Kees, dat vertrouw ik, dat komt niet goed. Kees zei tegen mij, ik ga zelf een paar dagen naar Hilversum. Wil je met mij mee? Oh, samen, ja. Ja, Kees had een afspraak gemaakt met iemand van de NCRV, Jan van Dalen geloof ik. Die toen Hilversum 3 muziek deed waarschijnlijk. Het was natuurlijk de traditionele omroepen, KRO en NCRV, AVRO. Ja. En hij had een afspraak gemaakt met Jan Steeman van de AVRO. God hebben zijn ziel. Ja, inderdaad. De eerste afspraak die we maakten, dus we kwamen maandagmorgen, Kees en ik, met Kees in auto, gingen we naar Hilversum. We hebben gelogeerd in Hotel Hilversum. Bestaat inmiddels niet meer onder die naam, het hotel nog wel. Hadden de eerste afspraak met Jan Steeman, 's morgens om in de ochtend in de studio van Hilversum 3. Alleen moest even wachten in de gang, beneden in het toen nog, heette het nog muziekpaviljoen, inmiddels weer. En die hele mooie disjockey studio die de komende dagen in Hilversum in het centrum is opgesteld onder het motto Retro Radio, de oude stereo disjockey installatie van Hilversum 3. Kees en ik, wij moesten daar wachten. En ik liep even een rondje in die gang. Daar hing een groot publicatiebord met alle vacatures van de NOS. En daar hing een vacature gezocht, kandidaat voor de opleiding assistent programma technici. En ik las even voor wat dat moest zijn. Kennis van geluidsapparatuur, affiniteit met muziek, tussen haakjes lichte muziek, popmuziek, rijbewijs, instellen in mijn kennis van mengpunten. Ik zei tegen Kees, dat ben ik. Ja. Ik heb die advertentie van het bord gehaald. Ja. Niet overgeschreven, maar van het bord gehaald. Ik denk, dat moet niemand anders zien. Ik zei, dat ben ik. Ja. Ja, Kees, ja, natuurlijk ben jij dat. En nou, heel kort en goed, ik heb gesolliciteerd op gesprek een paar maanden later in Hilversum. En maandag 1 november 1982, 10:00 AM, was ik in dienst, moest ik me melden in het oude hoofdgebouw van de NOS. Wauw. En dat is... Is dat plaatje nog wat geworden trouwens van Kees Village? Nee, hij heeft wel de tipperaden gehaald. Oh, ja, ja, is gedraaid ook bij Spits, heeft het gedraaid. Ja, bij de AVRO. Het is wel gedraaid, maar helaas niet. Het heeft het tot zijn doorbraak geleid. Dat die man ben jij natuurlijk eeuwig dankbaar. Ja, en tot op de dag van vandaag nog veel contact met Kees. Ja, wat leuk. Ja, absoluut. Ja. En toen begon het avontuur. Zeker. Ben je meteen verhuisd? Denk het niet. Hè? Je bent blijven op en neer karren. Dat heb ik in het begin ook gedaan vanuit Limburg. Hmm. Wat natuurlijk een voorwaarde was, als je in dienst kwam bij de NOS, natuurlijk eerst een proeftijd van 2 maanden. Je moet op tijd op je werk zijn. Ja. En het was letterlijk, het maakt niet uit waar je woont. Maar als je dienst om 8:00 begint of om 6:00 of om 10:00 s'avonds, je moet op tijd op je werk zijn. Ja. Dat is nog steeds zo. Eerst op kamers in Korte Hoef. Ja. Boven een café. In die tijd kwamen er de nieuwe technici en lichtingen. Ik ben van lichting APT 19. Dat was een clubje van 12 personen. 2 dames. 10 jongens. Nog mensen die we kennen daarvan? Nee, ik denk het niet. Long Tall John Evers? Nee, die zat voor mij. Oké, die zat er al. Ja, die zat er al, ja. Leeft ook niet meer. Helaas niet meer, nee. Ongeveer elk jaar kwam er een nieuwe lichting. Dus ik ben van lichting 19 tot en met lichting 22 is dat doorgegaan. En dat waren natuurlijk al mijn leeftijdsgenoten. Die kwamen uit het hele land. Dus die zaten allemaal op kamers. Je had destijds het NOS-restaurant, waar kon je voor 5 gulden een complete maaltijd krijgen. Lekker. Dus elke avond zat je in het restaurant. Er elke ook, avond? Ja, ja, met z'n allen. Ja, en er zaten ook de andere collega-technici, de oudere technici, zeg maar. Dat was op de leukste momenten een tafel van 20, 25 man. Dat was echt fantastisch. Gezellig, ja. En dan is het gewoon het sociale samenzijn van jongens, wie zoekt er nog een kamer? Want ik ga binnenkort verhuizen. Oh ja. Dus zo ben ik
Van Kortehoef verhuisd naar Hilversum. Daar weer een kamer van een voormalige collega. Of een collega die dan weer doorverhuizen naar een groter huis. En ja, zodoende dus. Wacht eens even. Dan hebben wij nu gewoon iets te vieren. Het was in 1982. Dat is nu 40 jaar terug. Klopt, ja. Welke maand? 1 november. Oh, november. Dus dat is, ja, als dit online komt en dan nog een maandje of twee achteraan, dan is officieel, ga je er nog iets mee doen? Ga je het vieren? 40, nee, 40 jaar in heel veel. Mijn jubileum, nee, dat vier ik niet. Nee? Ik vier het in zoverre dat we hebben een goed bedrijf en een goede CEO. Dan krijg ik een fijne premie. Oh ja? Ja. Omdat je zo lang in dienst bent? Nee, dus nee, staat gewoon de CEO. Met 12,5 jaar en 40 krijg je een... Even tussendoor, waarom zie ik op jouw LinkedIn eigenlijk Ericsson staan? Heet dat... Oh ja, dat is een beetje verhaal. Doe maar even tussendoor nu. Kan heel snel hoor. Ja, doe maar. Want je bent toch voor de NOB gaan werken? Hoe heette dat toen? Ja, heel kort. Ik ben ooit in dienst getreden bij het facilitair bedrijf van de NOS. Ja. De huidige NPO, dat was vroeger de NOS. Alleen hoorde daarbij ook nog het hele mediapark was van de NOS. Alle orkesten waren van de NOS. De muziekbibliotheek, de fonotheek. Alle gebouwen op het mediapark was allemaal van de NOS. Alle technici, alle tv- en radiostudio's waren van de NOS. Ja. Toen is er in 2002 een grote reorganisatie gekomen. Toen is inmiddels was het bedrijf omgedoopt tot NOB en werd verzelfstandigd. Ja. Dus de NOS-programma's, de NOS-journaal en het nieuws, dat werd een ander bedrijf. Dat NOB bleek toch niet zo winstgevend. Er moest veel geld bij, wat toen op enig moment niet meer tegen de plinten klotste. toen is er een reorganisatie gekomen. Daar is een bedrijf uit voortgekomen wat nu nog het Mediapark heet. Dat heet... Nee, daar werk ik nog. Daar werk je zo, precies, ja. De reorganisatie hield in dat het grootste gedeelte werd ondergebracht in een commercieel bedrijf. Dat heette toen Dutch View en dat heet nu inmiddels NEP. Oh ja. Op het Mediapark. Ja. NEP? NEP, NEP, letterlijk NEP. Ja, zien hangen, ja. Groot facilitair bedrijf met een Amerikaanse aandeelhouder. Het oorspronkelijk NOB, daarin werden de zogenaamde... uitzendfaciliteit ondergebracht, omdat in de mediawet staat dat er een bedrijf de wettelijke plicht heeft te zorgen dat het uitzendproces altijd doorgaat. Kijk, als NEP zegt van ik heb geen auto om het Prinsengrachtconcert op te nemen of het festival Dooie Muziek in Utrecht, dan is dat jammer, maar als er maar iets uitgezonden wordt, dan draaien we wel een bandje. Dus het uitzendproces radio en televisie moet gegarandeerd worden volgens de mediawet. Dat werd ondergebracht in dat NOB wat toen nog overbleef. Op enig moment werd het NOB werd door de aandelen waren in handen van de staat, zoals het heet. Ik was geen ambtenaar, maar wel trendvolgend heette dat. Dat werd in de etalage gezet. Is toen overgenomen door eerst door Technicolor, Amerikaans bedrijf. Die ontdekte dat ze niet zoveel met broadcast konden. Toen hebben ze het weer in de etalage gezet. Toen is het overgenomen door Ericsson. Ericsson is vooral bekend vanwege... Ja, telefonie, precies. Dus die raakte in hun uitingen naar buiten een beetje in de knoei met... Ik snapte het ook niet. Nee, dat klopt, ja. Het externaliseren van facilitaire bedrijven of van de techniek is ook bij de BBC gebeurd. Die hebben destijds ook hun faciliteiten geoutgesourced in goed Nederlands. En bij de BBC werd dat ondergebracht. Dat heette toen Red Bee Media. Ja. Dat was een merk vanuit de BBC. Dat bestaat nog steeds. Dus Ericsson dacht op enig moment, weet je wat, wij kopen Red Bee Londen. En alle broadcastactiviteiten die we hebben, brengen we onder bij Red Bee. Ja. Officieel is het zo, dus boven mijn loonstrookje staat Red Bee en part of Ericsson, heet het officieel. Oh, okay. Ja. En om te voorkomen dat onze klanten in de war raken, jullie doen broadcast. Ja, ik ben er een half uurtje van in de war geweest. Ik nog steeds. Je hebt dus geen Ericsson telefoon. Nee, want Ericsson mag geen telefoons meer. Nee, dat was ook in de jaren 90 of zo. Ja, ja, een van de eerste. Niet de succes. Was wel leuk geweest. Oké, we spoelen weer even terug. Mm-hmm. We gaan terug naar 1982. Ja. Jij was daar in dienst. Je was door je proeftijd heen. Ja. En toen? Toen had je... wij hadden de afdeling radio. Hè, dat is een onderdeel van toen de NOS, later de NOB. Het was best wel een grote afdeling. Er werkten 220 technici. Wauw. Maar je moet je voorstellen, er werkten technici die alleen muziek deden of gespecialiseerd waren in popmuziek. Ja. Technici gespecialiseerd in klassiek. Mm-hmm. Je had de evenemententechnici. Ja. Je had technici, iedereen deed dienst in de ECK's, eindcontrolekamers. En je had een hele grote lichting assistenten. Ik ben 10 jaar lang assistent geweest. Dat was een clubje van 60, 70 mensen. Wat deed je dan? Kijk, in die tijd, stel, bijna elk weekend was er een concert in Paradiso wat werd opgenomen. In de Melkweg, Concertgebouw, de Doelen. Ja. Zodra er
een wagen vanuit Hilversum vertrok, was er een technicus die op de wagen zat en 1 of 2 assistenten. Dus elk weekend waren er 20, 30 assistenten onderweg. Ja. Bij grote producties als Lowlands, Pinkpop, Werchter, gingen er altijd 2, 3, 4, 5 assistenten mee en 2 of 3 technici. Ik heb ooit eens een week in Kerkrade, dat ken je, dat is Limburg. Ja. Het Wereldmuziekconcours. WMC. Het WMC, ja. In de Roda Hal. Ja. Ik heb daar samen met... Dat moest voor Radio 4 opgenomen worden of zo. Ja. Ja. Ja, misschien zelfs nog in die tijd Radio 2. Die deden ook klassiek. Ja. Ja. Ja, die deden als enige, want Radio 4, hoe bestaat dat al? Het bestaat nog, ja. Dus nee, dat snap ik, maar hoe lang bestaat dat al? Was dat toen al Radio 4 klassiek? Ja, denk het wel, ja. Oké, okay, ja. Je zat bijvoorbeeld dus voor dat Wereldmuziekconcours, ging je met 2 technici en 2 assistenten, ging je, ik geloof 3 weken, naar Kerkrade. En dat was fantastisch. Eigenlijk, ja, je kan je niet meer voorstellen. Hotelletje? Hotel in Heerlen. Ja, Van der Valk. Nee, een ander hotel. Ja, dat zal nu Van der Valk heten. Maar dan moet je dus voorstellen, zit je met z'n 4 ben je. Ja. De band onderling tussen technici was goed tot zeer goed. Ja. Je had haast een beetje vakantiegevoel. Ja. Moet je voorstellen, die 3 weken. Elke middag moest je soundchecken, of het heet een repetitie. En s'avonds de opname. Ja. Tussen de repetitie en de opname kon je rustig uit eten. Dan mocht je declareren. Dus je hoefde pas middags om 4 uur hoefde je pas bij die Rode Hal te zijn. Dus ja, wat deed je dan? Nou, na het ontbijt, wat gaan we doen vandaag? Ja. En ik had een collega die was treintjesfriek. En daar had je het miljoenenlijntje. Ja. Nou, dus ik heb daar heel Limburg gezien, alle heuvels en dalen. In die trein? In dat treintje, de miljoenentrein. Ja. Andere collega die hield wel van lekkere biertjes. Wielren of zo? Ja, Wielren, ja. Ja, dus we zijn daar... Valkenburg zijn je waarschijnlijk ook. Ja, ook, geweest. Ja. Dus ja, moet je voorstellen, je bent er met 4 collega's met wie je kan het heel goed vinden met elkaar. Smiddags, het was natuurlijk wel gewoon werken. En die collega's die in de wagen zaten, moesten de muziek goed opnemen. Ja, natuurlijk. Waren gespecialiseerd. Ja, verantwoordelijk, maar je mocht wel een beetje ontspannen tussendoor. Absoluut, ja. Dat was echt. En dan kwam er s'avonds een programma maken van de KRO. Meestal at hij dan met ons mee. En die noteerde alles wat opgenomen werd. Oh, dit is leuk voor de opname, dit is wat minder. Dat was destijds voor de KRO een hele sterke band. KRO natuurlijk katholiek, Limburg is ook katholiek, geloof ik. Ja. Dus het was een sterke band en zo'n programma maken van de KRO, die kende al die orkesten, kende al die dirigenten die erbij hoorden. Dus het was altijd heel gezellig. Ja. Dus moet je voorstellen, er zitten er al 4 technici, zitten ruim 3 weken in Limburg. Dat komt toen allemaal nog, zeggen we dan. Ja. En want het bedrijf was toen niet commercieel, zullen we zeggen. Nee, inderdaad, het was niet commercieel. Als een omroep een technicus nodig had, dan belden ze naar de planning. We hebben technieken nodig met een assistent. Een autootje moet naar Paradiso, moet naar de Melkweg, moet naar het concertgebouw. Een interview of dit of dat. Ja. Maar het waren de jaren 80. Dat ging best goed met Nederland ook toen. Hè? Ja. Dus jij stapte wel op het goede moment in. Absoluut. En je moet je voorstellen, ik voel me toch misschien net als jij een beetje een jongetje uit de provincie. Ja. Kom je voor het eerst in het concertgebouw. Wauw. Nou, ik heb niet zoveel met klassiek, maar ik heb wel zoiets van dit is wel een zaaltje. Ja. Kun je ons 1 ding vertellen? Iedere technicus heeft wel zo'n verhaal. Bijvoorbeeld, ik ken iemand die ging quotes opnemen met Boys to Men. Weet je, ook gezongen ID's voor Sky Radio en zo. En na een half uur had hij een of ander dingetje op de bandrecorder niet omgezet. Waardoor dus wel de band liep, maar de kop niet tegen de band. Je hebt vast ook zoiets meegemaakt, toch? Ja. Dat je echt jezelf al voor je kop kon slaan. Ja, dat klopt. Noem eens iets op, van iets groots of zo. Nou, doen we eerst even zo'n dingetje. Ja. In het concertgebouw. Moet je voorstellen, we werden dus tijdens het seizoen, dus alleen in de zomermaanden, misschien 6 weken geen concertgebouw. In een concertgebouw werd elk weekend 2 of 3 opnames gemaakt. Er kwam ook elke zondag een live uitzending vandaan, Fury Release, een legendarisch programma. Daar ging je met 2 collega's met een personenauto hierheen naar concertgebouw. Daar zat bovenop zolder een studio van de NOS, later het NOB, was een vaste studio. En in die studio stonden nog oude bandrecorders, dat waren de Telefunkus M10's. Een oude bandrecorder, maar legendarisch. En er zat inderdaad een knop op, dat heette de Schnittknop, telefoonke Duits. En die knop, die moest in een bepaalde stand, anders stond de kop niet tegen de band. Ja. Dat was om te voorkomen dat je tijdens het spoelen de band langs de kop, want dan staat in die koppen. Ja. En dat was altijd vaste prik, dat leerde je van oude assistent later van de technicus. Heb je toch wel de Schnittknop? Ja, en is dat goed? Uiteraard een keertje stond die niet goed. Oh. En dan neemt hij dus niks op. Dan neemt hij niet op. Wat je wel als taak had als assistent. Je zat dus in die controlekamer. Die technicus zit achter het regelpaneel. Jij zit naast die bandmachine om die band te starten. Ja.
En er was dan al wel een cameraatje, zodat je kon zien dat het orkest binnenkwam, ging staan, de dirigent aftikte. En wat je als assistent altijd moest doen, je moest met een hoofdtelefoon op die bandrecorder even naband luisteren. Dan weet je of het opgenomen is. Dan weet je of het opgenomen wordt. Dus ik doe dat netjes en dan slaat je hart een paar tellen over. Als je niks hoort. Ja, wat doe je dan? Dan doe je heel snel toch die knop om. Die collega hoort het natuurlijk. Ah. En dan heb je, kan niet het concert, orkest vragen. Werkt niet. Nee, je kan niet de zaal stilleggen. Nee. En dan was het wel zo dat, nogmaals, de collegialiteit tussen collega's was heel groot. Ja, die technisch riep waarschijnlijk toch. Ja. En missen in het begin. Ja, en dan roept die jongen, of die collega roept hem wel, ik red je wel. Ik geef wel door dat het begin van deze opname was niet goed. Ja. Dus op die manier. Ja, je naaide elkaar geen oren aan. Nee, absoluut niet. Nee. En dat was bij iets groot, dus nooit bij een grote band of zo dat je dat gebeurt. Maar kijk, Concertgebouworkest, ja, dat is ook al wat, toch, dat is wel een dingetje. Nee. Dat is zeg maar, Kensington is dan een bekend bandje tegenwoordig. Ja. Of Coldplay hoor ik ook nu wel. Nu nog wel, ja. Een beetje de Coldplay. Ja. Nee, maar moet je toch voorstellen, het Concertgebouw is toch de top. En, maar was dat vrij in het begin van je carrière? Of? Ja, dat was inderdaad, ja. Iedereen gebeurt dit wel eens, toch? Ik heb nog wel één leuke anekdote. Gooi hem erin, Siep. 1 november 82 in dienst gekomen. Ja. En zondag 5 december 1982 was ik ingedeeld. Ik liep nog mee, want de eerste twee maanden, je zat om te beginnen twee maanden op Zandbergen, op school. Ja. Ik kreeg les van collega's. Ik heb les gehad in audiotechniek en wiskunde, stereofonie, elektronica. Wiskunde voor de stroom en zo natuurlijk. Ja, om uit te rekenen hoe audio werkt. Je gehoor is logaritmisch. En de eerste twee maanden liep je mee met oudere collega's. Je werd ingewerkt. Ja. En ik was ingedeeld om mee te lopen op zondag 5 december 82. Paradiso, de Dead Kennedys. En dat is punk uit California. Dat is gewoon snoeihard. Ja. Dat was voor mij de eerste keer, dezelfde ervaring. Eerste keer Concertgebouw, eerste keer in Paradiso. Ja. Als jongetje loop je wel eens in Amsterdam. Oh, hier gebeurt het. Ja, de poptempel. Ja. Dat waren de nadagen van de punk. Dus er liepen nog punkers met hanenkammen rond in Amsterdam. Dus ik kwam voor de eerste keer in dat Amsterdam uit die tijd. Met overal natuurlijk leuzen op de muren. We hadden natuurlijk net de kroning gehad. Hè? Ja, anti-Beatrix. Ja. Dat was wel een dingetje. Ik ben muziekliefhebber, dus ik had de Pop-Encyclopedie, de eerste. En de Dead Kennedys opgezocht. Was toch wel een bandje. Yellow Biafra, de voorzanger. Een legendarische popmuzikant. En de collega Ruud IJzinga, geweldig technicus. En de collega-assistent waar ik meeliep, Erik den Braber. De zoon van Gerrit den Braber. Dus die met z'n tweeën waren de bemanning. En ik liep mee als meeloper. Ik zei, oh, dat is wel een dingetje, zei zij. Ik zei, hoezo dan? Ja, zie je het zo eens in Paradiso. We kwamen aan met Paradiso met een grijze, toen nog NOS-wagen. Er stond al iemand van de firma Hogeboom van de bewaking om ons op te vangen. Want dat kon wel eens ruig aan toe gaan. Voor Paradiso, dus wij komen daar, zijn we 's middags om 3 uur om op te bouwen. Stond al een heel nest, nee, mag ik niet zeggen, een vrij grote groep punkers. Nee, ja, punkers, want de Dead Kennedys, dat was een legendarisch bandje uit die punk scene. Ja, dat waren helden. Zo, dat kan wel stellen, ja. Dan moest je stond geparkeerd links van Paradiso, daar parkeerde je de wagen. De zijdeur van Paradiso moest je bellen of kloppen. Dan ging de eerste zware balk aan de binnenkant, werd er weggehaald. En dan mocht je binnen op vertoon van je NOS-pasje. Mijn collega Erik leidde mij de weg door Paradiso. Nou, dit is het podium. De kabels gingen door de kelder. We kwamen in de kelder. Daar moet dan de kabel voor de stroom van de wagen en de kabel die naar het podium moet om de microfoons af te takken. In de kelder van Paradiso stonden de fietsen van de medewerkers met kettingen aan de palen. Ja, ik dacht van nou, dit is zo fantastisch. Ik weet niet waar ik nu ben, maar dit is... En ik voelde me heel veilig. Een bewaker buiten, twee oudere collega's. Ja. Ik voelde me haast alsof het met mijn oudere broer op pad ging en mijn oom. Het was een legendarisch concert. Een paar jaar geleden is er een lijst verschenen met de meest legendarische concerten van Paradiso. En dat dit concert, wel op nummer 50, maar het staat erin. Hij staat erin. Dus, het hebben jullie opgenomen. Het was een gigantische bak met herrie. Ja, hoe regel je dat in? Die opname zal vast ergens zijn. Ja, je takt natuurlijk van de installatie van Paradiso, tak je alle microfoons af. Ja. Dus je kan er wel iets van maken. Dat je best kan wel het een goed beetje regelen nog. Ja, ja. Maar dat was een legendarisch concert. Ik weet nog bij het opbouwen, de technicus van het PA-bedrijf van de firma Amco,
Die pakte de microfoon, Shure SM58 voor de kenners, en die wikkelde helemaal om de microfoon en om die kabel helemaal zo gaffatape. Roger Daltrey van The Who, die deed het zo, hè? Ja, ja, ja. Dat deed de zanger niet Yellow Biafra, maar Yellow Biafra, die sprong het publiek in, crowdsurfen, en die werd als een soort held helemaal tot achterin gedragen met zijn microfoon. Mee, ja. Op een gegeven moment wordt hij weer op het podium teruggeduwd. Ja. Alleen moesten de technici van Paradiso moesten nog zo die microfoon terughalen. Ja, ja, ja. En dat was wel een dingetje. En daarom zat die tape eromheen. Ja, ja. En dat was echt. En hij is ook nog, volgens mij is dat ook nog ergens in de analen vermeld. Mooi woord. Dat hij van het balkon in het publiek is gesprongen. En werd natuurlijk opgevangen. Heeft hij overleefd? Ja, zeker. Ja. Ja, de Dead Kennedys. Wanneer werd je hoofdtechnicus, dat je niet meer assistent was? Heeft dat lang geduurd? Ja, dat kon je een beetje zelf aangeven. Ongeveer elke jaar, twee jaar, was er weer behoefte aan nieuwe technici. Dus je was assistent. Een assistent had een takenpakket afgeschermd, want dat deed je als assistent. Een technicus die werkte in de studio's. Hè, dus in eindcontrole, in ECK's of monteerde met programmamakers. Je kon, stel dat er weer 5, 6 nieuwe technici waren, moest je intern solliciteren. Was er een selectiecommissie en dan moest je met een paar oudere collega's en een chef moest je dan verschijnen waarom jij dan dacht dat je geschikt was. En dan werd er een selectie gemaakt. Ik ben vrij lang assistent gebleven omdat het ontzettend leuk werk was. Alleen de laatste jaren veranderde dat werk. Al die omroepen hadden toen eigen orkestjes. Je had het Caro Dansorkest, je had het Caro Huisorkest, Varen Dansorkest. NCRV had ook zo'n orkestje met allemaal van die programma's. Mm-hmm. Dat waren voor assistenten hele leuke programma's. Dat zat of in de studio of op locatie. Dan deden wij het zaalgeluid en het monitorgeluid voor de artiesten. Dus dan kwamen de Willeke Alberti's en die kwamen allemaal zingen. Dan deed het geluid ervoor onder begeleiding van het orkest. Je kwam nog eens ergens? Absoluut, ja. Dorpshuis in Korte Hoef. Hey. Waar je toch even gewoond hebt. Zeker, de Dobber heette dat. Je had bijvoorbeeld een programma elke zondag, kom eens langs bij Herman Emmink in de Flint in Amersfoort. Nou, hier. Ja, dat is zo leuk om te doen. Hoe heette dat programma van de Tros alweer? Nick Vollebrecht. Ook nog zo'n fantastisch programma. Nick Vollebrecht Jazz Café. Ja. Session. Ja, Session. Ja, met Kees Grama. Ja. Nou, dat was ook van, dan sta je dus met. En dat deed je niet als hoofdtechnicus. Dan ging de verdeling bij Session, hè, dat was dus Nick Vollebrecht, Jazz Café en Laren. De technicus zat buiten in de wagen. Oh ja. Eén assistent deed zaalgeluid, die zat achter in het café. Ja. En die andere deed monitorgeluid. Ja. Dan zit je dus met de grootste jazzartiesten. Ja, alleen al feit. Je zit dus voor je werk, zit je in de kroeg. Ja. Om te beginnen. Gratis drinken, hapjes. Het eten, je ging wel eens soms uit eten of daar, maar dat kon je declareren. Ja, het werd goed en dan bezorgd. Dan s'avonds een live uitzending radio en live muziek. Ja, nee. Dat wil je niet missen. Dus je hebt dat moment zo lang mogelijk uitgesteld. Ja, maar toen dacht ik, nogal fantastisch, los vast met Jan Rietman. Ja, zaterdag. Ja, maar dan gingen we al vrijdags vertrokken wel. Ja. Maar dat zat natuurlijk ergens ver weg. In een tent? In een tent of in een feestzaal of in een gymzaal. Sporthal. Dan ging je ook weer met vier, waar je met z'n vier, twee technici, twee assistenten. Dat vond ik ook fantastisch. Is er nooit echt iets? Want met veel mensen kan ook iets ergs gebeuren. Hallo. Ik heb met een drive-in-show ook wel eens gehad dat de pleurs uitbrak. Ik zal je even bijschenken trouwens. Je hebt het verdiend hoor. Een extra asympathiek. Maar nooit grote vechtpartijen meegemaakt. Of dat mensen met bier begonnen te gooien. Of dat ze de stekkers eruit trokken. Dat het publiek vervelend werd. Was dat in die tijd nog niet? Ja, vast wel. Maar je zat natuurlijk altijd veilig. Of wij zaten altijd veilig, want je zat altijd backstage. Oh ja. Ik heb er best meegemaakt natuurlijk inderdaad. Maar echt de spanning. Ja, of brand of zo? Ja, wel eens een keer gehad inderdaad bij een Tros Zomertour. Oh ja, die ken ik ook nog wel. Ja, nou, dat was nog zo'n feestclub. Ja. De Tros Zomertour, de Veronica Zomertour. Ja, kom mee toe deze zomer. Ja, bij de Tros inderdaad hadden we een keer. Want je probeerde natuurlijk. Je was ook wel serieus met je vak bezig. Want dat lijkt allemaal wel gezellig. Maar als technicus leer je het eerst als je op locatie komt, je moet zorgen dat de stroomvoorziening, dat de spanning, dat die klopt. Ja. Dus je had altijd vaste regels. Krachtstroom. Krachtstroom, 3 fasen. Van die dingetjes, als je ergens een stekker insteekt, leg een knoop in het snoer, dat er niet per ongeluk iemand de snoer eruit kan lopen. Ja. Dat soort dingen deed je allemaal. En de spanning, en inderdaad, ergens, vraag me niet waar. Stel dat het Hogeveen was. Ja, daar kennen we niemand, hè? Ja. Dat er toch ergens zo'n paddenstoeltje waar dan die stekkers van de wagen in zitten, van de podiumwagen en van het zaalgeluid. Dat er toch iemand dacht van, weet je wat? Pist eroverheen. Ja, of ik als ik die knop indruk, de aardelijk schakelen wordt vast stil. Ja. Ja, dat soort dingen wel meegemaakt. Naar, ja, hoort er ook weer een beetje bij. En wat is dan onze uitdaging om te zorgen dat je binnen 1 minuut weer je stroom terug hebt? Ja, en dat lukte. Jawel. Maar nooit het mes op de keel gehad, nooit. Toen was geluk nog heel gewoon, zelfs voor technici.
In die tijd. Ja, ja. Maar heel veel leuke dingen meegemaakt. Dus. Absoluut. Ja. Anders, je werkt er nu nog, natuurlijk nog steeds. Zeker. Maar heel veel van dat soort programma's die werden door de bezuinigingen werden gestopt. Los vaststopte door ja. Hele andere reden. Ja, wat dan? Ja, dat was toen gedoe. Dat weet ik niet meer precies. Maar er was gedoe binnen de NCRV over dat programma. Dat had te maken met dat het programma voor een deel gefinancierd werd buiten de NCRV of zo. Maar de NCRV had het niet helemaal... Platenmaatschappij of zo? Ja, dat weet ik niet meer. Nee. Dat is toen later op een ondergebracht bij Joop van der Ende, weet ik nog. Toen werd het ook minder leuk. Toen stond, hoe weet je met die pijp, Bert? Bert van der Veer? Ja, Bert van der Veer. Die was toen ineens, die stond ineens op het podium. Ik dacht van, wat is dat? Ging ze met alles bemoeien? Ja, ik dacht van, dat is een tv-man. En als je tv erbij komt, wordt het altijd gelijk minder gezellig. Ja. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Je zeggen, natuurlijk. Je bent hier ook ja. Een beetje je mening te geven. Oh ja. Maar het is minder leuk geworden door al die bezuinigingen. Dan gaan we dus een beetje richting eind jaar 80, dat allemaal... Ja, 89. Dus die programma's met die orkestjes. Ja. Die orkestjes werden wegbezuinigd. Ouderwets ook. Ja, inderdaad, ouderwets. Dus dat soort programma's vervielen. Een ander klusje wat we als technici deden. De sterreclame. Vroeger, die werden op bandjes gezet, hè? Dan had je één bandje wat in de ECK werd gedraaid. Op één bandje stonden twee sterblokken, het A-blok en het B-blok. Ja. Die werden gemonteerd, al die blokken, door assistenttechnici, wat ik ook heel lang heb gedaan, in een studiootje in het muziekpaviljoen boven. Dan kwam er van de ster van het Lapersveld een hele grote koffer. Er zaten 100 hele, van die hele kleine spoeltjes in. Ja. Met op één plastic spoeltje één spotje. Oh. Dan zat er zo'n computer uitdraaien. Ja. En dan, oké, beginnen bij Radio 1. Dan moest je dus opzoeken... Allemaal nog met de hand. Ja, dan moest je opzoeken. Spotje, Vibra, bandje nummer KA27. Rotseflot, dat stond er wel op volgorde. Maar dat Vibra-spotje moest later ook weer bij Hilversum 3. Dus moest je het allemaal weer doorschuiven. Oh, die blokken allemaal. Ja, en dan had je, even kijken hoor. Je had 8 bandrecorders. Dus je kon 8 spotjes neerleggen. Tik. Ja. Had je 1 opnamemachine. En we hadden dan wel gelukkig een elektronisch kastje voor de begin, tussen- en eindpingel. Oh ja, dus wat zat er alweer tussen? Oh ja. Een lange tussenpingel hoor. Ja. Die moest er steeds tussen. Ja, ja, dat was wettelijk verplicht. Ja. Dat in de mediawet. Ja. Is nu niet meer. Nee, klopt. Nee. Dan had je dus, even kijken, beginpingel. Startmachine 1. Maar je wist soms niet wanneer het spotje was afgelopen. Geen countdown natuurlijk. Nee. Dus dan had je en je wilde toch een beetje strak monteren. En wat mij ook wel eens gebeurde is dat ik de tussenpingel te vroeg startte. Ja, ja, door de spot moest je helemaal... Ja, moest je opnieuw beginnen. Ja. Oh, dat werkt joh. Ja. En wat je dus ook had, één sterblok bestaat soms uit meer dan 8 spotjes. Dus dan probeer je die in de lengte van een spotje, 20, 25 seconden. Als dan de eerste was afgelopen, dan heel snel die eraf, die erop. Ja. Ik heb één keer, weet ik ook nog wel... sommige collega's en ik had ook een beetje zoiets van ja, lekker snel, lekker. En ik weet nog een keer de Veronica Vrijdag. Ik dacht van weet je wat ik ga doen? Ik ga het een keer zo snel monteren. Die tussenpingel lag over de twee spotjes. Dus het slotje van het sterspotje. Ja, ja. En ik kreeg toen via een collega de complimenten van iemand van Veronica. Ja, kijk eens lekker strak. Ja, precies. Ja. Daar wilde ik je sowieso nog naar vragen. Heb je dan ook Countdown Café en zo gedaan? Ja, ook Veronica? Ja. En nog even terug naar die sterspotjes. Ja. Ik kreeg dus van... Een collega technicus die op die Veronica Vrijdag in de ECK zat, bij Hilversum 3, kreeg de complimenten. Hey, dat is, ik weet niet wie de ster gemonteerd heeft, maar dat is lekker strak. En van de baas kreeg ik een briefje of ik het niet zo strak wil monteren. Oh, fuck, ik kreeg dus een berisping. Had jij favoriete omroepen waar je voor werkt? Ik kan me zo voorstellen dat Veronica wel het spannendste was in die tijd natuurlijk. Ja, maar het was natuurlijk meer programma gerelateerd. Dus ik vond Los Vast vond het fantastisch om te doen. Want je ging een dag eerder op pad. Ja. Dus je was de vrijdagmiddag en je kwam zaterdagavond kwam je gesloopt thuis. Dus je was leuk onderweg. Ja. Los Vast was fantastisch, want het was met publiek. Het was met een band, met inzingartiesten. Ja. En we hadden een vaste verdeling bij de technici. De hoofdtechnicus zat in de wagen. Die deed dus de muziek van de bandjes. De tweede technicus zat op het podium, zodat Jan Rietman hem kon zien om zijn microfoon open te zetten. De eerste assistent die deed de zogenaamde changementen. Dus die zat met een headset, had contact met de collega in de wagen. Van, die moest je drumstel ombouwen bijvoorbeeld. Of die riep tegen de technicus in de wagen van let even op, die gitaar is veranderd. Hij gaat naar die andere gitaar. Dus voor die technicus in de wagen heel belangrijk dat hij wist wat er muzikaal op het podium gebeurde. Ja. En de andere assistent, dat deed ik heel vaak, die mocht de inzingbandjes starten. En dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Wat is een inzingbandje? Nico Haak komt zingen, Honky Tonky pianist. Ja. En die was tussen twee live optredens, moest er omgebouwd worden, kwam er even een bandartiest. Oh, dus Nico Haak. Ja. En ik moest dan die bandjes starten. Daar stond de muziek op? Er stond alleen de muziek op. Ja. En
Normaal ging dat goed, maar je had dan ook twee afwijkende uitvoeringen. Dan kwamen de havenzangers, die waren dan op het laatste moment ingevlogen, omdat er iets was uitgevallen. Ja. Die kwamen dan niet met één bandje waar de grote meezinger op stond, maar die kwamen dan met een grote spoel. Daar stonden alle nummers op voor een avondoptreden van de havenzangers. Ja, moest je zo. En dan riepen ze tegen mij van, het wordt dat liedje. Ja. En dan moest je dus doorspoelen. Zoeken waar die stond. En dan zat er in die doos een briefje met allemaal handgeschreven doorgekrast. Ach. En omdat ik muziekliefhebber was, ik kende al die plaatjes. Ja. Dus ik kende al die intro's. S'nachts na twee. Ja, precies. Ja. Dus ik wist, s'nachts na twee. Ja. En dan moest je bij Jan Rietman je teken geven, hij staat scherp. Het gebeurde echt wel eens dat de plugger kwam naar je toe, gaf die band. Weet je wel, hè? Ja hoor. En dan zag je de havenzangers en dan was ik nog aan het spoelen. Ah. Maar dat was mijn uitdaging. Om het nog net op tijd allemaal. Ja, en ik wist Jan Rietman. Die loopt het wel voor. Ja. Dus met Jan een soort afspraak. Ja. Maar daar denk je dus met meeste plezier aan terug. Ah, geweldig. En had je er nog, doe nog eentje. Ja. Tail out. Dat is een technische uitdrukking. Stel, je had een artiest, noem eens wat, G-Race. Ja, Manhattan. Ja, precies, ja. Die had er net een nieuwe single, maar er was er nog geen inzingband. Dus dan gingen ze de dag ervoor naar Wisseloord, werd even de meersporenband, alleen zonder zang, werd even alleen de muziek op een tweesporenbandje gezet. Ja, dat was nodig. Ja, maar dat heette tail out. Wat betekent dat? Dan legden ze een leeg bandje op een bandmachine in de Wisseloord studio, starten ze de opname, de meersporenband wordt gestart, alles behalve zang staat dan op het bandje. Dan spoelden ze hem niet terug, dan zat hij op de rechte hapsel. Dan knippen ze hem door en dan krijg jij die band. Dus die zit dan achter tevoren. Ah. Dan staat er op de briefje tail out. Maar dan moet je dus weten, ik moet hem opleggen en dan terugspoelen. Ja. En als je dat niet weet, dan... Dan krijg je de omgekeerde versie. Ja. Wat nou, dat vond ik zo leuk om te doen. Snap ik. Ah, Eén vraag nog over die omroepen. Hè? Want vooruit. Ieder omroep had toch zo zijn eigen cultuurtje. Mm. En daar kwam je toch in terecht. Hè? Ja. De Tros had zijn cultuurtje, Veronica had zijn cultuurtje. Was dat nou niet lastig als technicus? Dat moet je dan toch steeds een beetje naar kleuren. Want je kan niet. Je moet daar toch een beetje in meegaan, het sfeertje. Dat is een goede vraag. Ja, de eerste goede vraag naar een uur. Nee. Nee. In jouw opleiding, dus je werd opgeleid op Zandbergen. Je kreeg er dus les van oud-collega's. Inderdaad ook gewoon, je kreeg les in muziek. Hoe zit een big band in elkaar? Maar ook over techniek, oud is het. En we hadden ook een vak van hoe gedraag je je als technicus? Een van de zinnen die in het boekje stond. Een technicus van het NOS zit in een glazen huis. Je staat altijd te kijken, letterlijk. Ja. Je dient je te gedragen. Daar werd je ook in opgeleid. Van, houd er rekening mee. Jij werkt voor alle omroepen. Ja. De EO bestond nog niet zo lang. Was niet destijds niet de meest favoriete omroep. Nee, maar waarom niet? Ja, misschien toch vanwege dat toen nog wat strengere EO-geloof. Ja. Dus daar werd je wel opgeleid, dat je dient te gedragen. En je werd ook natuurlijk als technicus of assistent technicus, wat je ook was, je werd ook elk jaar kreeg je een gesprek met je een mentor. Ja? Ja, dat heet tegenwoordig een functioneringsbeoordelingsgesprek. Ja. Dat werd. Want er zijn omroepen toch ook misschien geweest die gezegd, ik wil niet meer met die en die technicus werken. Ja, is andersom ook gebeurd. Ja. En daar werd rekening mee gehouden. Ja. Het uitgangspunt was niet, je kan dat niet claimen, dat je zegt, ik wil niet voor de VARA werken. Nee. Ook niet vanwege geloof of politieke overtuiging of zo? Nee, want daar werd je wel op geselecteerd. Want de sollicitatieprocedure was best wel streng. Ik heb toch een vrij lang sollicitatiegesprek gehad. Ja? En wat vroegen ze dan? Of je communistisch was? Nee, dat niet. Nee, er werd wel even voorzichtig iets over de politiek. Toen in 82 kwam de Centrumpartij op. Ja, precies. Jan Maat. Dat was toen wel een dingetje. Stemt u Jan Maat? Ja. We zijn een uur verder en ik mag nu... Ja, we hebben tijd zat hoor. Maar ik wil toch even de link maken naar de tijd dat ik met jou gewerkt heb. Want want ik vond het altijd heel leuk. We zaten natuurlijk bij de Tros in onze eigen studio in de jaren halverwege de jaren 90. En de ECK was eigenlijk naar daar verplaatst. Jij zat gewoon tegenover mij achter die grote mengtafel. Ja. Wat kun jij je nog herinneren van die tijd? Vond je dat leuk om dan samen in zo'n kleine studio te zitten? Ja, om te beginnen was natuurlijk toen de Tros de eigen studio's kreeg in eigen huis. Op de bovenste verdieping van het Trosgebouw. Ja. Was natuurlijk om te beginnen was een radioverdieping. Ja. Dus op het moment dat je daarboven kwam op die verdieping. Dat ademde radio. Ja, aan de ene kant waren de redactieruimtes. Ja. Van alle redacties. Van Radio 1, 2, 3 FM, 4, 5 bestond toen net wel. Weet ik niet eens meer. Ja. Je had mooie studio's. Ja. Met mooie apparatuur. Stoedertafels, studio 1 en 2. Op een gegeven moment een van de studio's werd een mooie JPR. Ja. De JPR, Jingle Productie? Ja, Jingle Productieruimte. Pro Tools natuurlijk. Pro Tools, ja. En dan helemaal, als je de trap bovenop kwam, helemaal links.
Daar zat dan de Radio 3 studio. Ja. Mooie studio, mooie MBI-tafel en een hele mooie tafel voor de technicus. Ja. Toen was ik nog niet zo lang technicus en toen hadden we nog net geen Pro Tools. Dus moest je monteren de dag ervoor voor de, wat had je ook alweer, je had wat spelletjes en je had een of andere verzameling, een of andere cd die weggegeven werd. Ja. Dan moest je fragmentjes van die cd achter elkaar. Nachtwacht-cd. De nachtwacht-cd, ja. Ja. En dat was best wel spannend, want dan jij of... Torwald. Anno. Ja, die gaven dan jou het cd'tje. En het mag zo lang worden. Ja. Daarna moet ik wat inspreken. Dan zat je toch een beetje te zweten met 6 slagen met 2 bandrecorders. Ja. Dat je het net niet in de maat en weer opnieuw. En die uitdaging was van, ja, over een half uurtje... Moet die spotten zijn erop, ja. Dat vond ik, die montages vond ik heel spannend. Heb jij niet in die tijd ook voor mij dat kabeltje gesoldeerd? Het beroemde kabeltje. Ja. Ik weet niet welk kabeltje, maar vast wel. Ik wilde telefoongesprekken opnemen, want ik zat natuurlijk altijd naar Amerika te kijken. Ja. En ik wist, op die MBI-tafel kon je natuurlijk gewoon de voorafluistering van je microfoon, de voorafluistering van de telefoon en dan gewoon een extra koptelefoonuitgang. Volgens mij heb jij dat kabeltje voor mij gemaakt. Inderdaad, ja. Van de koptelefoon naar de minidisc-speler. Ja, daar kon ik telefoongesprekken opnemen. Ja. Waar ze in het begin niet zo blij mee bij het ROS. Uiteindelijk is wel de Vox Pro daar terechtgekomen. Ja. Ja, wat een leuke tijd was dat, zeg. Omdat ik natuurlijk... Voor jou ook, ja? Want ik had een affiniteit met popmuziek. Toen was het al wel Radio 3, denk ik, hè? Nog geen 3FM, maar Radio 3. Ik vond het gewoon leuk. Het was natuurlijk een fijne studio om te werken. Er waren fijne mensen om mee te werken. Dus dan ook nog gezegd dat de verzorging van jullie vanuit de TROS, was altijd goed tot zeer goed. Broodjes. En broodjes, koffie, dat was er altijd allemaal. En artiesten kwamen nog wel eens over de vloer. Inderdaad. Captain Jack, noem ze allemaal maar op. Ja, die was bij jou langs geweest, meneer Jack. En die heeft ook niet meer. Zonde is dat. En een mooie vrouw, mijn vrouw was erbij. Ja, kun je nog herinneren. Ja. Er zijn nog beelden, maar ik heb daar nog een videolinkje van. Kan ik je sturen? Misschien sta jij er ook nog wel op. Wat ik ook leuk vind, ik mocht jouw stem ook gebruiken voor grappige items. Oh, oké. Weet je wel, 18 manieren om mensen te irriteren. Je hebt volgens mij nog een keer ingesproken de parabel van de systeembeheerder. Die dingen hebben daarna nog jarenlang hebben die op internet Hun eigen leven geleid. Dus dat vond ik ook leuk. Ik mocht gewoon jou, als ik vroeg aan Siep, kun je dat even voor me inspreken? Dan sprak je het gewoon in. Ja, je kijkt een beetje alsof... Mocht dat eigenlijk niet? Of, Toch? Ik denk niet dat er bij ons iemand moeilijk over deed. Het is natuurlijk ook zo dat er technische collega's zijn geweest die doorgestroomd zijn. Karel van Kooten was natuurlijk een fantastisch technicus. Is gouden uren gaan presenteren. Ja, zeker, ja. En wat ik ook fantastisch vond om te doen... dat was volgens mij bij de zomertour of een andere locatieuitzending... kwam de presentatie van, ik denk, Daniel Dekker of misschien wel Karel van Kooten. Dan kwam alleen de presentatie kwam tijdens de ochtenduren... dan ging die wandelen door een dorp of een stad met een wz. Ja. En dan draaiden we in de... Een wandelzender. Ja, en dan draaiden we in de studio de cd'tjes met Peter de Mooi. Ja. En dan was het de truc om strak te starten. Of te door te starten. Om uit te rekenen van... Peter, we hebben nog 3 minuten zoveel. Als we die starten, dan net niet. Ja. En dan had je... Even kijken, je had via de lijn wel contact met de technicus ter plaatse. Ja, dat soort dingen vond ik fantastisch om te doen. Ja. Zullen we even naar nu gaan? Dat zullen wij. Ja, toch? Ik bedoel, want we kunnen nog heel veel mooie anekdotes uit die tijd opnemen. Ik moet voor het donker thuis zijn. Jij moet voor het donker thuis zijn. Ja. En ik wilde toch nog even een beetje ook naar nu met je. Nu. Want jij bent nu te horen in Dit Was De Radio. Ja. Je schrijft nu achter de kuchknop voor mijn favoriete website spreekbuis.nl. Ja. Wat doe je nu nog meer? Ik ben nog steeds in dienst als senior audiotechnicus. Senior, hey Joop, check. Er is natuurlijk best aan onze kant veel veranderd. Vroeger zat er bijvoorbeeld bij 3FM altijd een technicus in de ECK. Of in de eindiging heette dat. Dat is niet meer. Nee, die is sinds een jaar of volgens mij 6, 7 geleden is die wegbezuinigd. Best wel jammer, maar je zat er soms ook wel uren te vullen. Ja, of om alleen de sterren in te starten. Ja, precies. Ja. Er was nog een dingetje, maar ik weet niet wat waar was. Er zei altijd iemand, er staat in de mediawet dat de ster gestart moet worden door een technicus. En die mocht niet door de disjockey. Nee, dat is volgens mij niet waar. Maar nu start gewoon de disjockey, start de ster. Er is in het gebouw van de NPO een zogenaamde centrale eindregie. Dat heet de CPR, Centrale Playout Radio. Daar zit altijd een collega, die zit meer naar schermen te kijken dan naar te luisteren. Want je kan maar naar 1 zender tegelijkertijd luisteren. Die monitort of alle zenders goed gaan. We hebben dus grote schermen, dus dan zie je allemaal metertjes wappen. Als alles wappert, gaat het goed. Per zender, dat is natuurlijk wel des NPO's, verschilt het. Bij Radio 1 zit altijd nog een technicus, behalve wat nachturen. Ja, die schuiven niet zelf, behalve inderdaad Micha en zo. Klopt. Bij Radio 2...
Schrijven ze bijna allemaal zelf, behalve wat er een technicus doet, waar ik ook regelmatig Stassen doe. Schrijft ook tegenwoordig zelf? Ja, schrijft ook zelf. Ja, okay. Tijdelijk niet zo geweest, hè? Klopt, ja. Wat wij dus nog wel doen, dat is bijvoorbeeld lijnbewaking bij spijkers met koppen. Ja. Want dan zit er wel een nieuwslezer naast je en je moet de AWB doen en de ster. Ja. Dat is niet echt spannend, maar goed, zit je toch in de studio. 3FM is natuurlijk bijna helemaal zelfstandig. Daar start ook de programmamaker DJ de eigen ster. Hit Radio 4, de meeste violen per vierkante meter. Ja, sorry. Ja, ik maak er altijd een grapje. Tuurlijk leuk. Nou ja, ik heb niet het meest met klassieken. Er zijn collega's die dat wel hebben. Dus, ja. Hit Radio 4. Bij Radio 4 is op zich een bijzondere situatie. Daar verschilt het letterlijk per programma. Er zijn programma's, in de ochtend zit daar een technicus. Sommige presentatoren schuiven zelf. Soms zit je als technicus in dezelfde ruimte als de presentator. En soms zit de presentator in de cel. Er is bijvoorbeeld volgens mij nog steeds op zondag een programma Discotabel. Dan wordt niet Frank Masmeijer, hè? Nee, die schrijft toch niet cel? Nee. Niet in de cel, nee. Oh, in de cel, ja. Sorry, ik probeer even, ja. Oké, okay, oh ja. Omdat hij in de cel heeft gezeten. Juist, die link, daar maakte mijn hoofd ervan. De cel bedoel je de spreekcel? De spreekcel, ja. Nee, okay, of de omroepcel, ja. Ik snap. Ja, het werk is natuurlijk veel veranderd, best wel, ja. Ja. En in die CPR, ja, dat is natuurlijk geen rock and roll, maar ja. Is het beroep radiotechnicus uitstervende? Denk je dat het er over 10, 15 jaar niet meer is? Nee, dat zal er vast nog wel zijn. Anders gezegd, op enig moment verlaat ik het pand. Hè, dan moet iemand anders het toch maar gaan doen. Want je bent nu van 56, zei je? Ik ben van 56, dus ik... 68. Nee, 66. Oh, okay. Je moet nog 68 worden. Ja, dat klopt. Ja. Het was ook een mooi popjaar, 68. Ja, 66? Ja. Dat zou al een soort pensioengerechtigde leeftijd kunnen worden, ongeveer met een jaartje erbij. Ja, zoiets, ja. Maar je ziet er ook helemaal niet uit als 66. Mm. Je ziet eruit alsof je net komt kijken bij de radio, man. Die technicus van de toekomst. Ja. Nou ja, wat wij vragen aan... Want we hebben natuurlijk nog steeds mensen nodig. Ja. Wat moeten die kunnen? Het is prettig als ze het medium radio snappen. Kijk, vroeger werd je op Zandberg helemaal opgeleid, van kras tot nu. Dat is niet meer. Als jij bij een lokale of regionale omroep gewerkt hebt en je weet het verschil tussen een draaitafel en een pick-up, is het al handig. Dat je inderdaad wel snapt hoe radio werkt. Ja. Hè? Dat er een presentator zit, dat je een microfoon hebt, dat je op een knop drukt waar muziek uitkomt. Ja. Dus je moet iets hebben met radio. Ja. Het is handig als je iets van ICT weet. Want tegenwoordig, een studio is natuurlijk een verzameling computers. Een mengpaneel is een afstandsbediening, ja. Letterlijk. Ja. Want het is mogelijk om bij een knop op je mengpaneel te zorgen dat de zonwering omlaag gaat. Want het is een afstandsbediening. Die DHD. Precies. Ja. Dus het is handig dat je ICT-kennis hebt. Ja. En toch ook kunnen programmeren zo'n tafel. Ja, dat doen dan meer de onderhoudstechnici, maar het is wel handig dat je er iets van weet. Ja, als er iets stoort. En is. Een affiniteit met muziek. Als jij op Radio 4 werkt, is het natuurlijk toch wel handig dat je weet dat Beethoven ooit wel eens iets gedaan heeft. Ja. Dat hij dood is. Is hij dood? Ja. Ja. En je kan er grap over maken. Ik noem het festival Dooi Muziek. Ja, je brengt ook sfeer als technicus natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. En stel wat nog wel gebeurt, dat je als programmamaker, de meeste monteren natuurlijk zelf, maar af en toe monteer je nog wel eens samen met een programmamaker. Ja. Dat je affiniteit hebt, want jij bent voor die programmamaker, zeker vroeger, maar nu nog steeds toch wel als je monteert, je bent de eerste luisteraar. Ja. Ja. Als jij zoiets hebt van het programma Vroege Vogels heeft hele mooie reportages. Ik doe dat dan niet, maar collega's wel. Die worden gemonteerd door een technicus met een programmamaker. En als jij als technicus zoiets hebt van, ja, maar dit snap ik echt niet. Want wat ik daar nu, dat antwoord wat ik nu hoor, dat klopt niet. Want dus als je dat, dan zegt hij, oh ja, dus jij snapt, nee. Ik kan even helpen. Dan moeten we het even anders doen. Ja. Ja. Ik kan me de nachttijd nog herinneren van 3FM. Ja, kikken voor je kiezen. Daarna zat ik 4 nachten. Ik was zo blij dat er iemand in die ECK zat, want ik had wel een sidekick. Maar weet je zag gewoon reactie en je had het idee, het komt aan. Ja. En je voelde je ook ondersteund. Want in mijn tijd bij Veronica daarna hadden we natuurlijk geen technici meer. Met commerciële Veronica. En ik heb me bij tijd en wijle wel, dat ik dacht, potverdomme, ik sta er wel alleen voor hier. Ja. Hè, de beginjaren van de Omniplayer die steeds vastliep. Wat lekker was het geweest, is er gewoon iemand aan de andere kant van het raam had gezeten. Die zegt van, relax, ik help je. Ja. Weet je wel, nu stond je met je handen in de lucht. En dan was het, volgens mij was het devies bij Veronica ook, als Omniplayer eruit klapt, gooi de schuiven maar dicht. Noodband springt er wel in. Ja, ja. Dat is een zwakte bot. Het laatste wat je wil als programma maken. Je wil door. Ja. Dus ik heb het wel, gelukkig eerst publiek, daarna commercieel. Maar dat heb ik wel gemist hoor. Ja. Een uitzendtechnicus. Ja. Nog even over de noodband, mag het even? Ja, natuurlijk. Op alle zenders is er een noodband.
Enjoy the silence? Nee, het verschilt per zender. Dus bij Radio 4 staat hij geloof ik op 40 seconden. Oh ja. Want in sommige symfonieën zit soms 20 seconden wit. Met een drempelwaarde kan je instellen. Ja. 3FM staat hij dacht ik op 15 seconden. Radio 5, 20 seconden. Radio 2 weet ik even niet. Maar als die het kan natuurlijk in de studio, dan kan altijd die stuk gaan. Maar ik roep altijd tegen een programmamaker. Die noodband, maar het wapen wat jij hebt. Je hebt je stem en je microfoon. Ja, blijf praten. Blijf praten. En dat is voor die luisteraar hartstikke leuk. Ja. Hey, mijn hele studio valt uit, maar dat is leuk. Ja, nee, dan wordt het spannend. Dan gaat de radio aan. Precies, harder. Ja. Zal er wel ergens geluid uit komen. Ja. Dus noods pak je iPhone en pak je kabeltje. Ja. Ja. Maar als bij ons die noodband gaat lopen in dat verbindingscentrum, die centrale eindregie, dat is één ruimte, het verbindingscentrum radio en die centrale eindregie. Dan gaat er bij ons een scherm knipperen. Dan gaat iemand roepen uit een kastje, stiltemelding, radio 5. Ja. Als die na een bepaalde lengte, dus die noodband gaat lopen, gaat er een zwaailicht en dan gaat een scherm knippen en een soort sirene. Je wordt echt helemaal gek van. Ja. Dat is het ergste. Wat je kan. Nou, je schrik je echt een rol beroerd. Ja. Je zit altijd met z'n tweeën, het verbindingscentrum zit de collega en ik zit daarnaast in diezelfde ruimte in die centrale eindregie. Stiltemelding, dan sta je al op. Ja. Oké, welke zender? Want je hebt 5 zenders plus de themakanalen onder je hoede. Stiltemelding, radio 5. Radio 5, het is stil. Eerst roep je naar de studio. Ja. Hallo? Ja, is die dood? Zijn toch wat oudere presentatoren daar. Rollator FM. Ja. Nee, is een mooie zender, heet Radio 5. Ja, natuurlijk. Nee, maar wat betreft de noodband, en het is ook nog zo dat elke seconde noodband moet gemeld worden. Moeten wij rapporteren aan de NPO met een reden. Oh, omdat het niet bij jullie vandaan komt of zo? Nou ja, het heeft natuurlijk een oorzaak. Ja, als het een programmamaker is, heb ik het niet gedaan. Ja. Als het komt doordat wij iets verkeerd geprogrammeerd hebben. Of bijvoorbeeld, we hebben niet gezien dat die uitzending uit de computer moest komen. Maar in plaats van de studio van de zom, dat wij een fout hebben gemaakt. Ja. Dus je moet wel een beetje opletten. Ik kan me een mooie anekdote herinneren. Je schrijft achter de kuchknop voor Spreekbuis. Dat ging over het moment dat Dennis Hoebe een proefbandje kwam opnemen in een van de twee disjockeyruimtes. Ja. En die was ineens op de zender te horen. Oh ja. Kun je daar iets over herinneren? Ja, het is natuurlijk zo. Dat was nog de oude studio. Die grote en die kleine. Ja. En dat was te doen gebruikelijk. Dus als technicus was je verantwoordelijk voor het nieuws. Eerste jaar nog het ANP-nieuws. Niet eens voor het AP. De sterreclame vanaf een bandje later uit de computer. Verkeer. AMB. B-blok ster. In die ECK-tafel, een hele mooie tafel, MBI. Oh, legendarisch. Ja, die zijn er nog, hè? Ja. Kan er eentje op de kop tikken voor je? Oh, ja, nou, nee, ja, is. Nee, geen plek voor? Geen plek voor. Oké. Okay. Ik zoek nog wel oude jingle machines, maar dat er zijn. Wat voor een kartmachines? Ja, de oude ITC's, dat zijn de legendarische kartmachines. Nou, misschien is er iemand hier die dat hoort of ziet. Geen Sony Vexor, want die zijn te modern. Hoe kunnen ze je bereiken? Internet, ken je dat? Ja, e-mail? Ja, je zoekt gewoon Sybrand Verwer op sybrand.verwer@gmail.com. Oké, en je zoekt dus nog één keer de... Nou, dan maken we even weer een sprongetje terug in de tijd. De oude stereo disjockey tafel van Hilversum 3, die wordt helemaal opgeknapt. Ja. De mooiste jingle machines, de kaartmachines, waren de ITC's. Dat is een afkorting, dat is een Amerikaans fabrikaat. Met floppies? Nee, de voornog. De cassettes, de cards. En die ITC's die stonden in de eerste disjockeytafel, eerste stereo disjockeytafel van Hilversum 3. En die zijn moeilijk te vinden. Okay. En Spotmaster ook, maar dat is wat makkelijker aan te komen. Okay. Maar oude studio die had rechts in de opbouw van de tafel 3 knoppen. Een rode, een blauwe en een groene. De rode was voor disjockey 1. De blauwe voor de ECK en de groene voor disjockey 2. Te doen gebruikelijk was dat tijdens de ster stond de disjockey dicht om te voorkomen dat de disjockey per ongeluk iets instartte. Met als voordeel, jij kon tijdens de ster en het nieuws even een proefstartje maken met open veder. Ja. Maar als je in plaats van disjockey 1 die aan de beurt was, disjockey 2 kiest, dan gaat het verkeerd op zender. Ja. En dat is niet goed. En dat is gebeurd. Ja, dat is gebeurd tijdens het programma van de Tros, geloof ik, hè? Denk het wel, ja. Nachtwacht of zo. Ja, en er waren natuurlijk ook nog allerlei schakelingen dat, even kijken hoor. Veronica had toen eigen studio's in het Lapersveld. Hele mooie studio. Ja, ja. Maar die hadden ook... Jeroen van Inkel die had de processing onder zijn vingers. Ja. De geheime kastjes in een kastje achter slot. De Magic Box. Ja, dat heette toen nog geen Magic Box. Bij Veronica heette dat anders. Maar Jeroen had natuurlijk een apparaat uit Amerika. Ja, super geheim allemaal. En dat betekende dat we in de ECK moesten we de processing bypassen. Oh ja. Dat is ook weer een speciale knop voor. Dat lukt ook niet altijd. De ster
het nieuws. Oh. We moesten weer wel geprocessed. Oh, dus dat moet je. Dus dan moest je allemaal dat tjoep of met een kabeltje de processing voor de trolstudio van de Veronica Studio bypassen. Ja. Oké, en dan kan de gewone, die ster kan er weer wel. Dus dat was wel gedoe met de stekker. Gaat het wel? Moeten we even pauzeren? Nee, we gaan gewoon. Schaamhaartje. Emotie. Emotie, ja, er komt veel los, hè? Ja, ik snap dat, bij mij ook. Even iets persoonlijks. Hoe kan het dat ik, je noemt het woord magisch woord processing, hoe kan het dat ik daar nog maar slecht tegen kan? Ik heb daar echt in de loop der jaren heb ik een soort. Ja, ik word bijna misselijk als iets te veel geprocessed is. Ik kan het gewoon niet meer verdragen. Wat is dat? Ja, ik zelf kan er wel tegen. Ja? Maar platgeslagen doe, joh. Er zijn natuurlijk een aantal factoren die meespelen. Als presentator heb je te maken met digitale technieken. En alles wat digitaal is, vertraagt. Dat heet latency. Ja. Dat zijn milliseconden. Ja. Een digitaal mengpaneel heeft latency, vertraging. Mm-hmm. Een processing heeft latency, vertraging. Ja. Als er twee processoren achter elkaar staan, wat nog steeds gebeurt, heb je latency. Ja. En dat is om te vertraging. Dat is heel lastig. Er zijn mensen die er echt niet tegen kunnen. Ja. Ik weet Sander de Heer, die kon er echt niet tegen. Dat was niet om flauw te doen, maar daar hebben we speciaal orthosieks voor analoog moeten maken. Ja, als luisteraar weet ik wel dat in mijn kennissenkring of gewoon mensen die je spreekt over radio, maar dan niet gewoon normale mensen, zeg maar. Dan zeggen ze van, ja, als ik naar die en die zender luister, ik word er zo moe van. Ja. Ik zeg, ja, dat snap ik. Dat het is één bak geluid in je gezicht. Nou ja, als je het opneemt, dan zie je één streep. Ja. Het is een volgens mij een hobby voor de promomakers. Om die streep zo. Dat willen ze. Ja. Maar hadden we bij Veronica volgens mij gewoon. Je had gewoon nagebootste processing. Zodat je geen last had van die vertraging. Je luisterde gewoon op een andere processor. Dat klopt, ja. Die minder vertraging had. Ja, dat is lokaal aflasting. Dus helemaal geen vertraging, dat kan niet meer. Ja, dan moet je alles analoog maken. En dat is dan de Warsanis. Ja, Innophonics. Die we bij de Tros hadden. Ja, ik noem het altijd de Moulinex. Niet omdat het slecht was, maar ik vond het een leuke naam. Ja, maar ik vond die Innophonics, man. Oh, wat heb ik die toch. Een vriend van me heeft hem nog thuis staan. Als ik hem zie, word ik er alweer blij van. Meerdere standjes, hè? Ja. A, B, C, D. Ja. En jij hebt het natuurlijk ook meegemaakt. Dishockeys zijn van nature onzekere wezens. Oh? Ja, dat is misschien nieuw voor je. Nee, ik denk het niet. En als het dan niet goed gaat, lag het altijd aan de processing. Weet je, dan was het van, zit mijn kaartje er wel in? Of zit mijn standje er wel in? Staat mijn standje erin van de microfoon? Nee, het klopt niet. Nee, het is toch niet lekker. Hoe ging je daarmee om? Zei je dan ook wel eens vaker van, ja, ik heb er iets aan gedaan. Is het beter nu? Uiteraard, dat is de klassieker. Echt hoor. Maar dat is ook bij muzikanten. Als je zegt van, we hebben natuurlijk ook regelmatig live optredens. Als technicus doe je dat ook nog. Dat is heel leuk om te doen. Een zanger die zegt van, ja, ik mis iets. Ja. In het mid-hoog. En dan zeg je, is zo beter? Ja, beter. Maar dat is gewoon de psychologische. Ja. Ja, die. Dan was er wel de andere, die we als collega's wel hadden, zeker in de tijd van 3FM in het audiocentrum, muziek in je audiocentrum toen. Als een discjockey aangeeft van, het klinkt niet lekker, Frits Pitt was er ook heel gevoelig voor, Corné Klein ook. De eerste reacties is niet roepen van, ah, je zit niet te zeuren. Stel je niet aan. Nee, neem zo'n opmerking, neem die serieus. Ja. En ik weet dat met Corné een keer, die had ook zoiets. En dat hij een dag later zei sorry, maar ik begreep achteraf, ik heb op mijn motor gereden. Mijn oren zaten helemaal dicht. Ja. Dus dat kan ook. Ja, dat kan collega, ook een programma maken die zegt van, ja, het lag aan mij. Ja, dat is wel netjes. Ja. Hey, deed je nou zelf ook een show bij Kix Radio? Jazeker. Is die nog steeds terug te vinden op internet? Vast wel, ja. Wanneer was dat? Rob Stenders. Die kennen we. Ja, bekende naam. Die was weg bij 3FM, ja. Toen ging die naar Jorin FM. Ja. Zat ook op Mediapark in het gebouw van, wat was het toen, van de End of zo, weet ik veel. Aan de andere kant, aan de zijkant van het Mediapark. Een studio gebouw door in een van de Duitse bedrijf. En dan ging ik altijd woensdagmorgen altijd koffie drinken. Wil jij een pepermuntje trouwens? Doe dat eens even. Vertel dit even verder, pak ik in de tussentijd pepermuntje. Oh, jij kan maar gewoon blijven praten, hoor. Ja, joh, dat kan ik heus wel. Ik weet namelijk waar de pepermuntjes liggen. Dus Jorin FM, Stenders. Ging ik op een dag altijd even koffie drinken bij Rob. En dat was in de tijd, deed hij het ochtendprogramma met Jeroen Kijk in de Vechten, Jelmer. En Maurice Verschuren, die volgden hem op. Die begonnen om 10:00. Oh, ja. Maar als Rob geen zin had, mocht Maurice eerder beginnen. Maar meestal ging Rob. Hij ging wel even door. Ja, en dan Maurice begon daarna 30:30 mocht hij beginnen. Ja. Ja. Oh. Toen begon Rob met Kix Radio. Een bekende verhaal, ik wil formatvrije radio. Ja. Volgens mij was het zo dat. Zal ik hem openmaken? Ah, doe eens.
iedereen die toen tegenkwam, waarvan die wist dat hij meer dan thuis 3 cd's had, en ik had er wel 4, ja, die, mocht een uurtje programma maken. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En dan moest je eerst toch een soort proef. Volgens mij ergens zondagmorgen dus 8 of 9 of zo. Ja. En dan kreeg ik een berichtje van Rob dat hij het leuk vond, mocht je doorgaan. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, totdat Kix Radio niet meer mocht van de publieke. Oh ja. Want Kix Radio ging natuurlijk vanuit Rob zijn zolderkamer naar... even kijken, eerst naar... hoe heet het ook alweer in Amsterdam? Dat bedrijf van Reinhard Hoelemans, ja. Toen werd het geadopteerd via Arjan Snijders door de AVRO, toen nog AVRO zonder Tros, in Amsterdam. Hoe heet dat ook alweer? Het mooie... Ja, het Vondelpark of het zo. Het Vondelpark, Vondel ja. VS. Een mooie studio in de kelder. Ja, krijgt hij toch maar weer voor elkaar. Heeft er nog een tijdje in het oude Trosgebouw gezeten? Ja. En toen ging het, ik weet niet waar we toen naartoe is gegaan. Op enig moment werd het als themakanaal door de NPO geadopteerd. Ja, als opleidingstraject. Ja. Dan werd je toch te oud, denk ik. Nee, het was van de een op de andere dag. We zeiden de NPO, het moet nu een jongere professor worden. En iedereen boven de 30 werd bedankt. Ja. Dus ook Leo Blokhuis, Leo van der Groot, volgens mij. Dat is een best bekende naam. Maar wat deed jij in je programma? Wat draaide je? Mocht je zelfs muziek kiezen natuurlijk? Ja, ik mocht natuurlijk alles zelf doen. Ik deed heel veel flauwekul. Ja. Dus ik had bijvoorbeeld een item. Ik had elke week een beroemde artiest. En mijn zoontje was toen 8 of 9, dus die had nog een hoog stemmetje. Dus die liet ik dan inspreken. Hallo, ik ben Barry White en it's great to be on Kix Radio in this show. Dus ik had elke week, hij deed ook de 3 Degrees, deed hij altijd. Ja. Dan sprak hij 3 stemmetjes apart in en monteerde ik in Pro Tools. Elke week had ik een beroemde artiest die onze zoon Tim insprak. Ik had in de tijd van de jaren 80 had ik een telefoonbeantwoorder, met cassettes. Hè. Ja, ja. En die liet ik altijd inspreken door... Elke stem die iets met radio deed. Ja. Dus elke presentator. Ik heb zelfs André van Duin. Ja. Frits Spits. Peter van Brugge. Ik denk dat jij moet hem ook hebben ingesproken. Ja, ik denk het ook wel. Ron Brandsteder. Ik heb heb ik allemaal bewaard. Iets van 80 van die cassettes. Wat leuk. Dus ik had de rubriek de telefoonbeantwoord van de week. Elke 2 jaar lang had ik mijn eigen telefoonbandjes. Hadden weer een rubriekje. Ja, leuk. Leuke items. Ik had de rubriek instrumentaal voor allemaal. Was gewoon een instrumentale plaat. En ik had een jingle daarvan ingesproken door, ik weet niet wie, Michiel Veenstra heeft ook nog een jingle van me ingesproken. Ja. Er waren jingles van meer dan een minuut en dan een instrumentaal plaatje wat korter, soms kort. Oh ja, ik had ook een rubriek ingesproken door Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel, de rubriek Intro Crash. Ja. En er was een jingle van een minuut van Jeroen van Inkel, toen zat hij nog bij Q. Ja. En dan crashte ik een plaat en ik zo lang door het intro praatte dat de plaat bijna voorbij was. Dat heet de intro crash. Jeroen van Inkel, welke plaat gaat Sybrand Ferber deze week weer crashen? Ja, leuk. Intro crash. Dit is dus nog op internet te vinden. Dat ga ik echt even terugluisteren. Oh, zou je dat wel doen? Jawel, okay. Zin in. Lijkt me leuk. Hey, welke radiowebsite check je nou eigenlijk als eerste als je wakker bent? Even kijken. Radio Freak en Spreekbuis.nl, denk ik. Radio.nl, wereld. Ja, Radio precies. Wereld, ja. Maar dat weet je dan toch allemaal wat erop staat? Bijna alles weet je wel. Ik luister heel veel radio. Eigenlijk alleen op vakantie luister ik heel veel naar de commerciële. Ja. Puur praktisch. Als ik op een vakantie naar, ik noem het een eigen zender, dus Radio 1, 2, 3, 5 of 4 of 5 luister. Toch met je werk bezig, Dan denk ik van, dat ging niet goed. Wie zou daar zitten van de collega's? Nee, ja, dat hou je. Dus tijdens mijn vakanties luister ik naar BNR, Veronica, alle commerciële makkers. Even een rondje. En dan erger je minder? Nou ja, dan denk ik van, bij BNR denk ik van, dus je hebt een format dat ze vanwege hun beperkte middelen dit item 's morgens ook al gedraaid hebben. Herhalen, Bij, even kijken hoor, Radio 10 denk ik van, maar die plaat die heb ik vorige week ook al gehoord. Ja. Dat is misschien ook... Ja, luister natuurlijk ook als maker, hè? Dat is toch anders dan een gemiddelde luisteraar. En af en toe luister ik ook gewoon naar regionaal omroep, NH Radio. Ja. En ik woon in Baren, dus dan Radio M, Utrecht. En via FM of DHB? Ja, ik heb... Thuis een DB Plus radio en internetradio natuurlijk. Dat is wel prettig. In de rode auto heb ik nog geen DB Plus. Maar ik luister veel. Ja. Dat is wel. En dan het mooie, ik mag op mijn werk naar de radio luisteren. Hé, hey, je krijgt er nog voor betaald ook. Hey. Ik ga over de DHB, dan zijn we daar klaar mee. Maar gaat dat het nou nog worden of wat denk je daarvan? Ja, ik vind het heel lastig. Ik denk dat ik in die discussie gewoon... Neutraal, je bent Zwitserland. Nou ja, niet eens neutraal, maar... het is er nog niet DHB Plus. Als ik thuis, ik heb in de huiskamer een mooie radio met zowel internet als DHB Plus. Ja. Er zit gewoon een Cat5 kabel achterin.
Als ik via DAB Plus wissel van zender, dat duurt 5-6 seconden. Ja. En bij internetradio vind ik tjak ploef. Ja, 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 ja. En omdat ik best wel veel wissel, vind ik dat vind ik lastig. Ja. Op vakantie is de DAB Plus radio natuurlijk best wel lekker, maar dan zie je af en toe nog te prussen met antenne. Ja. Trouwens in de huiskamer ook. Hè. Ik heb op een gegeven moment had ik zo'n antenne. Mijn wederhelft, de andere helft van de hypotheek, die had zoiets van, ja, maar dat vind ik niet zo netjes. Ik zei, nee, heb je gelijk in. Dus ben ik weer met een draadantenne gaan prutsen. Ja. Nou, dan heb ik eindelijk goede ontvangst. En dat ziet er gelukkig netjes uit nu, maar dat is nog niet goed. Heb je gezien. In dit huis draaien, moet niet liegen, 4 videostreams en 5 audiostreams. Zit jij niet iets te streamen vanuit thuis? Nee. Waarom niet? Waarom wel? Waarom moet ik dan streamen? Nou, gewoon een zendertje met je favoriete platen of grappige radiofragmenten. Ik heb hier bijvoorbeeld ook pretzender draaien met radiofragmenten. Je kan zo streamen wat je wil natuurlijk nu. Nee. Ja, nee. Oh, zo bedoel ik. Nee, die behoefte heb ik dan weer niet. Nee. Wat ik wel had, maar dat was dan vroeger hoefde ik tegenwoordig ook niet meer. Vroeger had ik een zogenaamde tuinzender. Er was een kennis die was goed in elektronica. Die bouwde kleine FM-zendertjes. Ja. En dan kon je dus, sloot je dat aan op je stereo. En dan kon je in de tuin, tot ver achter in de tuin, kon je gewoon je eigen zender beluisteren. Toch? Een tuinzender noemden we dat. Ook nooit gedacht, we leggen wat geld bij elkaar. We pakken zo'n AM-frequentie of zo. Gaan daar lekker op zitten. Nee, ik hobby bij de lokale omroep in mijn dorp. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, in Baren? Ja? Jazeker, Baren. Wat doe je daar dan? Ik doe technisch. Ik presenteer niet. Ik doe wat vormgeving, wat flauwekulspotjes maak ik. Heb je daar allemaal nog zin en tijd voor dan? Ja. Echt? Heb jij geen andere hobby's? Sybrand. Ik geloof het niet, nee. Nee, niet vissen of wijn verzamelen. Vissen niet, nee. Ja, ik schrijf stukjes, dat is toch een beetje... Ja, achter de kuchknop. Ja, en ik schrijf ook nog stukjes. Voor? In Baarn heb je de Baarnse Courant. Ja. Dat is geen advertentieblad, daar moet je op geabonneerd zijn. Ja. Heeft natuurlijk wel de uitstraling van zo'n gratis blad. Maar de Baarnse Courant, als je in Baarn woont, je leest de Baarnse Courant niet. Weet je niet dat de Drakenburgweg is afgesloten. Kijk, dat wil je toch even weten. De lokale omroep, Baarn FM, binnenkort onderdeel van een streekomroep, heeft daar elke vrijdag een pagina. Die vul ik met het programmaoverzicht, maar dat is natuurlijk gewoon appeltje C, appeltje V. Ja. En ik schrijf daar een soort klein redactioneel stukje in altijd. Dus het is gewoon, ja. Maar waar heb je, haal je toch allemaal de energie vandaan? Ja, maar dat valt wel mee. Ja? Jawel. Je bent natuurlijk een stuiterbal van energie. Oh, dat zou was kunnen, je nog niet. Dat was je nog niet opgevallen, hè? Daar kom je nou mee. Hey, dit was de radio. Wat doe je daarvoor? Je sluit geloof ik iedere keer af, hè? Ja. Die flauwekul die voortkwam uit een programma op Kiks. Daarvan zei Arjan Snijders, ik vind het wel leuk. Kan jij niet gewoon elke aflevering iets aanleveren? Ja. Dat doe ik dus. Het leuke is, en dat is dan nog leukerder, Jurgen van den Berg... Een prestator van naam, die zit op Hit Radio 1, die hoorde dat ook. Ja. En die vroeg, kan je dat voor mijn programma ook niet doen? Smiddags, Villa VBD. Jazeker. VDB. Ja. Villa VDB. Dus ik maak elke maandag een soort flauwekulmontage van minder dan 3 minuten, want langer mag het niet duren. En dus daar krijg ik dan weer voor betaald. Het is gewoon bij NPO Radio 1 te horen. Ja, zeker. Met jouw stem. Ja. En wat doe je daarin dan? Het is lastig te omschrijven. Ik zou zeggen, luister elke maandagmiddag tegen 3:30 als afsluiting van het programma. Dus een beetje de montage die ik maakte voor Dit Was de Radio. Ja, ga ik zeker even luisteren. Ja, en dan dus daar krijg ik voor betaald. Doe ik dan in de hij huurt me in via ons. Niet in de baasentijd. Ja, maar wel dan, in de baasentijd. Ja, maar dan gewoon krijg je daar uren voor. Ja, precies. Niet dat jij dan nog even een factuurtje hebt. Nee, maar ik heb geen eigen bedrijf. Nee. En het leuke is, dat kan ik thuis doen. Dus een thuiswerkdag. Ja, wat thuis leuk. Ja. Nou, dan ga ik zeker even luisteren. Is dat ook terug te luisteren? Dat mag toch wel on demand? Ja, hele programma natuurlijk. Ja, het hele programma, ja. Ik ben wel echt blij dat je nu in de NPO Radio 1 app kan terugspoelen. Weet je, het heeft even geduurd. Dat klopt, maar dat je gewoon als je ergens invalt, gewoon even kan zeggen. Ja. Even. Hoe doe dat nog een keer? Oh ja. En bij mij klinkt dat, hoe klinkt dat bij jou dan? Oh ja, bij mij klinkt die... Ik heb nog een iets ouder telefoon. Lees jij mijn columns ook op Facebook? Ja, zeker. Ja? Ja. En moet je erom lachen? Doet het iets met je? Vind je ze soms te grof? Hoe kijk je ernaar? Ja, ik denk zoals iedereen. Ik reageer nooit. Je zult mij nooit zien reageren. Ik heb ook geen anonieme reageer. Ook een andere naam. Ook niet onder Kees. Coach. Nee. En ook ik zit ook niet op Facebook en zo. Dat doe ik allemaal niet. Het is, maar dat weet je zelf waarschijnlijk als geen ander. Hij is natuurlijk zeer geliefd, want de meeste reacties komen altijd onder jouw column te staan. Ik ben er af en toe mee eens. Af en toe denk ik van, nou, je pakt een korte bocht, maar dat leidt tot een beetje reuring in de vijver. En ik denk dat het altijd goed is als de vijver in beweging blijft. En proef je de liefde voor radio een beetje eruit? Of zeg je van, dit ook vaak om, want ik krijg natuurlijk van verschillende reacties, maar ook wel eens van, ja, je moet niet schoppen om het schoppen worden, weet je wel? Snap je de goede bedoelingen erachter? Ja, best wel. Ja, best wel. Ja, ja. Dus ik lees niet altijd.
Nou ja, de ene, soms denk ik van, ja, hier heb ik niks mee. De andere keer denk ik van, ja, dat snap ik wel. En ja, je bent natuurlijk af en toe kritisch. Was jij dat die over Menno de Boer kritisch heeft geschreven? Weet ik niet meer. Nou, ik ben ook wel merendeel over de Coco van 538. Juist dat Menno weg moest. Inderdaad. Ja, dat is wel. Ja, dat was wel een. Dat ging best ver. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, maar soms denk ik ook, jij loopt natuurlijk ook al lang rond, nog veel langer dan ik in dat wereldje. En het is wel een wereldje van je met iedereen te vriend houden. En daarom denk ik ook dat die columns een functie. Want ik ben er een soort onafhankelijk nu van, omdat ik er toch niet meer dagelijks wil werken. Ja. Dus dan kan ik eindelijk toch. Ik krijg zoveel van mensen dingen doorgespeeld ook. Schrijf jij het eens op, ik kan het niet zeggen. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Als zodanig zou ik je daar niet in kunnen voeden. Maar ik heb af en toe dat ik wel eens denk van. Kun jij wel gewoon nu in je positie gewoon ook eens tegen een disjockey zeggen? Doe eens even. Want ja, er zijn er disjockeys bij. Ik zal zelf ook opgestegen zijn op een bepaald moment. Je ego gaat met je aan de haal. En kan jij dan gewoon als senior technicus zeggen. Hé, doe eens even normaal. Met je gezeur en gezanik. Of inhoudelijk, ja. Of pak je het dan anders aan met humor? Ik denk dat ik dat inderdaad zou doen. Dat ik denk van nou, dat is niet handig. Of. Maar dan is het meestal toch technisch georiënteerd. Dat ik zeg van, dat bedje, daar zitten heel veel koperblazers in. Weet je dat zit ook in je spraakgebied. Ik zou daar wat voorzichtiger mee omgaan. Hele goede tip. Ja. Ja, maar dat is ook weer puur technisch. Onze stem, het spraakgebied van onze stem zit in een bepaald frequentiegebied. Ja. Dus als ik jouw stem beter hoorbaar wil maken, omdat het van belang is dat jouw stem is, dan weet ik dat ik rond de 2K zoveel of 1,2K, daar zit het belangrijkste frequentiegebied van jouw hoorbare geluid in. Ja. Als je daar een plusje in geeft, dan word jij beter verstaanbaar. Ja, het is groot, je moet voor in je mond praten. Want dat ook. En dan hebben we ook nog een technische tip. Ja. De meeste microfoons hebben een zogenaamde nabijheidseffect. Dat wil zeggen, op het moment dat je dichter bij een microfoon komt, het laag in je stem opgeslingerd wordt. Dat is gewoon een eigenschap van de microfoon. Ja, dat horen we nu ook. Ja. En iemand die daar als geen ander fantastisch mee om kan gaan, en nog steeds wel, was Frits Spits. Ja. Als je oude filmpjes ziet van de avondspits, hij gebruikt een AKG-microfoon, de AKG 451 met een CK5-kapsel, dat zwarte kapsel. Frits deed ook al de plobbel eraf, ook in de tijd van Tijd voor Twee. En het was fantastisch zoals hij zegt van, we gaan nu de nieuwe plaat draaien van, niet van Boney M, maar... Abba. Dan, ja. Ook niet. Ace of Base. De nieuwe steunplaat. Dan kroopt hij in die microfoon. Ja, en als luisteraar heb je zoiets van, hey. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En dan pakte hij een stukje pauze en meer laag in zijn stem. De nieuwe steunplaat. Ja. Laurie Anderson. Maar dit is ook een instrument, hè? De microfoon is een instrument. En dat vergeten we. Ja. Dat vergeten we vaak als disjockey. Dat je ermee kan spelen. Ja. En wat vind je dan? Even een paar kleine ergernissen. Paar kleine ergernissen. Ja. Dat gezeik van disjockeys met open koptelefoons. Ja, dat vind ik jammer. Dat is jammer. Dat hoeft niet. Nee, maar dat... Zachter afluisteren, ja. Dat gepiept de hele tijd. Of dat nonchalante van half zo langs de microfoon heen praten. Ja, tenzij het een functie heeft. Als jij, wat best wel knap is bij Q Music in de ochtend, gebruiken ze die wattenstaafjes. Ja. Dat is best wel knap. Want om daar fatsoenlijk geluid uit te halen. Ik heb er met een technicus over gesproken. En daar zit wel een dingetje qua processing achter om dat voor elkaar te krijgen. Want je hebt boven zo'n microfoontje. Ja. En het dan toch radio laten klinken. Ja. Ja. Want als jij een tv-programma met van die wattenstaafjes, even kijken, De Wereld Draait Door gebruikt altijd deze. Ja. En bij Umberto Tan gebruikt altijd die wattenstaafjes. Als hij een interview had en je luistert op een hoofdtelefoon de tv-geluid, dan denk je van, dit klinkt slecht. Ja. Q Music in de ochtend klinkt goed. Ja, dat is knap. Dat krijgen ze goed voor elkaar, hè? Maar je kan dus ook door van de microfoon af te gaan, komt er ruimte in je stem en gebeurt er afstand. Ja. Het gaat anders klinken. Valt me iets in dat ik ooit een keer op zaterdagmiddag was heel heet, een of ander badje op laten zetten bij de tros achter. Ja. Volgens mij heb jij toen nog voor mij geregeld dat er inderdaad gewoon microfoons met zo'n lange kabel. Dat zou best wel kunnen, dat we gewoon met mijn producer Attila gewoon in het badje gaan zitten buiten. Niks was te gek. Dat was wel leuk in die tijd. Hè? Ja, ja. Het was niet dat je van, ja, moeten we dat wel willen? Wat je toch vaak nu hoort. Nee, oh, dat gaan we doen. Dat is lachen. Daar werk ik aan mee. Even kijken, heb je nog tips of roddels? Nou, tips hebben we gegeven. Roddels?
Je hoort natuurlijk ook veel, hè? Ja, maar ja, tegenwoordig is natuurlijk door internet, Twitter, Twatter. De rotters blijven nooit zo lang onder de radar. Hè? Nee. En die FM-frequentieverdeling, maakte jouw hart een sprongetje toen je dat hoorde? Of dacht je van ja? Nou, ik vind het wel een dingetje. Ik vind wel, ja, het is natuurlijk bijzonder. Ja, kijk, persoonlijk, dat maakt mij natuurlijk niet uit. Maar ik vind het bijzonder dat Kink het voor me, dat Michiel Veenstraat voor elkaar heeft gekregen. Ja. Ja. Ja, Jan Hoogestein natuurlijk. Jan Hoogestein, ja, dat is toch bijzonder. Maar maken ze kans? Want je hebt toch veel geld nodig om op FM te komen als commercieel. Ja, dat is wel een dingetje. Ja. Dan zou je misschien een sponsor moeten hebben. Wat trouwens wel leuk is, dat Erik Corton eerder deze week te horen was op Radio 1. Het programma Kunststof presenteerde die. Is toch? Echt? Ja, toch een leuk sprongetje. Wat cool. Ja. En ook bij Kink dus. Ja, zeker. Ja. Dat kon vroeger ook niet, hè? Dat je en bij de commerciële en bij de publieke. Nou, het ligt af en toe toch nog wel gevoelig, heb ik het idee. Ja? Wordt daar nog wel eens naar gekeken? Ja, volgens mij ligt het af en toe toch nog wel. En je bent dus geen fan van dat visual radio? Ja, tegenwoordig je kan geen studio meer inlopen zonder camera's. Ja. Ja. Het haalt de magie eraf. Anders gezegd, toen de nieuwe studios werden ingericht, heeft de NPO aangegeven dat ze heel veel waarde hechten aan visual radio. Ja. Bij Radio 1, bij bepaalde programma's, wordt er iemand ingedeeld om de video te schakelen. Het is natuurlijk wel leuk dat als er een gast is, dat keurig netjes zijn naam onder in beeld zit. Ja, ik vind het leuk als er bij 3FM of bij Radio 2, er treedt een bandje op. Dan wil ik even kijken hoe zit het bandje in elkaar. Oké, ik hoor nu een keyboard, maar dat zal wel van een bandje komen. Dat is dan meer technisch geïnteresseerd, omdat ik het leuk vind om muziek te zien. Ja. Nee. Ja. Nee, ik hoor dat meer van de oude garde. Het haalt toch een beetje de sfeer weg. Ja. En vooral die lampen ook. Kijk, je hebt nu ook een lamp op je gezicht. Is dat zo? Okay. Ja, nee, deze bijvoorbeeld. Oh ja. Wil je mij nog wat vragen, Sybrand? We hebben nog 10 minuutjes. Oh. Nee, ik zou het niet weten. Vond jij het een beetje leuk radio? Vind je het leuk een radio? Wat het was? Nou, even dan. Dus ik vertelde dat ik vanuit, letterlijk vanuit de provincie. Ja. Heb ik zoiets van, dat wat ik wilde is mij gelukt. Ja. Wat ik nooit had durven dromen. Jij komt uit Limburg. Ja. Volgens mij kwam jij ook met een of ander autootje, een gammel autootje naar Hilversum rijden. Ja, klopt, in het begin. Ja. Was het dan voor jou ook zoiets van, dat is het? Tuurlijk, nee, dat is fantastisch. Je hebt het hoogst haalbare bereikt. Ja. Het enige wat mij een beetje, dan wil ik niet te negatief zijn, maar wat mij een beetje tegenviel, ik hou van vernieuwing, hè. Ja. Dus daar was ik met de Tros, liep ik daar ook tegenaan. Ja, die Voxpro, dat lukte dan nog wel. Oh, ja, ja. Maar op een gegeven moment, ja, ik wilde staand presenteren bijvoorbeeld. Nou, dat kon achter die NBI-tafel, kon dat niet. Ja. En ik vind radio wel een beetje een traag medium. Daarom is dat internet, vind ik, is op de loop der tijd interessanter voor me geworden. En ook die podcast. Ik heb het idee dat daar nog wel veel meer beweging in zit of zo. Ja. Kan je er iets bij voorstellen? Ja, sterker nog, eigenlijk, wij maken radio. Ja. Nog steeds. Een disjockey, een presentator zet een microfoon open en draait een plaatje en roept weer wat. Ja, en een belletje. Maar dat gebeurde 10 jaar geleden ook. 20 jaar geleden ook. 30 jaar geleden ook. Precies dat. Dus daar moet toch eens iets op te verzinnen zijn dat we dat moderniseren of zo. Ja. En dan vind ik visual radio niet. Nee, modernisering. Als je kijkt de evolutie van televisie. Die is natuurlijk gigantisch geweest. Veel sneller. Ja, en maar radio is, het is misschien sneller geworden, maar het is best wel heel traditioneel. Ja. En dan zeggen mensen, maar wat kan dan? Het is altijd oude wijn in nieuwe zakken, wordt mij dan verteld. Nou ja, maar kom eens met nieuwe zakken, nieuwe wijn. Maar ik zou ook niet weten wat je moet komen. Ja, dat is een vraag. En waar komt dat door? Want soms denk je ook wel eens, die carousel is zo langzaam. Hè, met sommige mensen van 20 jaar geleden zitten er nog steeds. Dus er komt ook niet veel vers bloed bij. Nee, wat men zegt van de nieuwe Edwin Evers, de nieuwe Frits Spits. De nieuwe Giel. De nieuwe Giel is nog niet echt opgestaan. Nee. Hoe komt dat? Patrick, wat ik jou vragen wou. Ja, hoe komt dat? De nieuwe Frits Spits en de nieuwe Giel en de nieuwe Edwin Evers is er nog niet op. Hoe komt dat? Ja, ik denk dan door ook te veel bemoeienis. Ik had het geluk dat ik die 4 nachten ineens mocht gaan doen met 3FM. Ik mocht de muziek zelf kiezen. Ik mocht mezelf helemaal uitvinden daar. Ja. Dat heb je nodig. Ja. En ik begrijp dat die gasten in de nacht bij 3FM zelfs een playlist onder hun neus geduwd krijgen. Ja. Ik zou toch zeggen, vanaf 7 uur 's avonds op 3FM, maak er gewoon één grote apenkooi van. Stel nu dat jij, je bent nachtdisjockey op 3FM, op Radio 2, dat je dat gewoon eens een keer doet. En die playlist, Nou ja, ik weet bijvoorbeeld, toen Giel net begon, dan zat je dus als technicus nog een hele nacht in de ECK. Ja. En dat ik Giel tijdens, of het nou Nachtegiel is geweest of al die andere programma's, dat hij een hele nacht maar één plaat heeft gedraaid. Ja, toppertje. En ik vond het fantastisch. Ja, toen ging die Dolf Jansen tijdens Leuk is Anders. Ja, tussen 12 en 2, ja. Maar ik weet nog wel, ik vond het zo fantastisch wat Giel doen dat deed. Dat je dat durft, één plaat draaien. Maar ik heb toen zelfs nog dat opgenomen op een datje. Ja. Af en toe neem ik programma's op en ik denk van, ik vond het zo, dat fascineerde mij. Ja. Hij kon mij als luisteraar,
Dus ja. Neem ik aan ook de luisteraar thuis in de auto, waar dan ook. Ja. Fascineren met wat hij deed. Dat spannende was, dingen. Jazeker, ja. Ja, dan wordt mij weer verteld, ja, maar alles is al gedaan. Geloof je daarin? Nee, want dat wat nog niet gedaan is, is nog niet gedaan. Dus dat moet nog komen. Ja. Nee, maar op radiogebied dan. Dus dat. Maar ik denk, ik zit bijvoorbeeld ook nog steeds te wachten op de eerste discjockey die de platen niet aan elkaar praat, maar aan elkaar rapt. Of voor mijn part aan elkaar zingt. Ik weet dat Eddie Zoe, toen die programma deed in het weekend, ja, 3FM, die had zijn gitaar bij zich. Ja. Die speelde mee met de muziek. Ja. Hoe cool is dat? Dat deed je nog goed ook. Ja, dat soort dingen missen we, denk ik. Ja. Dat, kom eens met iets, ja, met iets origineels. En ja, dat. Stel nu dat je, als je bent artisjockey bij 3FM, ja, dat zal waarschijnlijk niemand durven, dat hij een heel uurtje klassiek gaat draaien. Zoiets, ja. Of andersom, ja, ja. Bij Radio 4 zit er s'nachts geen presentatoren. Ik weet dat Stennis nog een keer de hele André Hazes film uitgezonden heeft. Ja, dat weet ik. Ja, daar was ik bij. Ja, ja, was je daarbij? Was je niet zo kapot van? Ja, ik moest dat toen nog monteren. Dat was die brug. Zij gelooft in mij. Ja, klopt, ja. Hoezo moest dat gemonteerd worden? Want er moest een paar stukjes. Het moest nog in stukken gehakt worden vanwege Sterren Nieuws. Oh ja. Ja, dat, dat ja, maar klopt, hoe cool dat je gewoon een film uitzendt op de radio. Ja, op primetime, prime time. Ja, ja, op 's ochtends vroeg. Ja. Nee, ik vind ook dat we veel te veel, daar ben ik met je eens. Laat het maar stilvallen. Laat het maar eens uit de hand lopen. Al dan niet in scène gezet, dat maakt me ook nog niet uit. Maar durf gewoon eens wat dingen. Een ochtendlegendarische radio, dat zal dan jaren 80 zijn geweest. Toen werd besloten dat in Nederland de kruisraketten geplaatst werden. Radio 1, de VPRO, had de vrijdag. Die hebben toen van 's morgens tot 's avonds een luchtsirene uitgezonden. Dat was ongelooflijk. Ja, gewoon de hele en dag. Dat was, ja, maar dat, of, ja, tot hoe lang ze zendtijd hadden. Ja. Maar in ieder geval alleen een luchtsirene. Uren achtereen. Ja. En dat was, in verband met de plaatsing van de. Ja, toen heeft de regering besloten de kruisraketten worden geplaatst in Nederland. De VPRO en het gebouw, een legendarisch programma van de VPRO. Alleen maar die sirene gedraaid. Ja. Dus je zet de radio aan. Denk, onheilspellend ook. Ja, maar dat was wel. Ja, ja, jij weet het nu nog, hoe lang is het geleden? Ja, dus ja. Jaren 80. Ik ben de laatste keer met een partij in gesprek geweest om niet deze podcast, maar wel de podcast Leven zonder Stress op de radio uit te zenden. Hoe zie jij die kruisbestuiving tussen podcast en radio? Vind je dat dat kan? Kan een podcast gewoon ook op de radio uitgezonden worden? Ja, ja toch? Ja, en ook gewoon integraal? Hoeft niet geknipt te worden? Nee, juist niet. Ja. Nee. Dan doe je ook weer eens. Ja, is wat anders. Dus dit was de radio, die podcast zou eigenlijk ook gewoon op NH 's avonds te horen moeten zijn. Ja, precies. Goed voor mijn carrière. Ja, bijvoorbeeld. Okay. Ja hoor. Ja, dus dat kan. Ja. Nou, dan gaan we daarop inzetten. Gaan we dat doen, ja. Ja. Leuk, we hebben bijna 2 uur volgeluld. Leuk. Jeetje. Ja, ik weet het, Simon. Ik heb nog als beloning 1 pepermuntje extra. Ah, te gek. Ja, voor de emotie. Je krijgt nog een leuke goodie bag mee. Een goodie bag, nou ja zeg. Ik heb van jou dit mooie cadeautje gehad. Zat daar nog een verhaal achter? Nee, ik woon in Baren en er staat in Baren een monument. Dat staat recht tegenover het paleis, de Barense Naald. Dat is volgens mij de Napoleon heeft dat een keer gemetseld. Zelf. En het is gewoon de plaatselijke, de vorstelijk bekroonde banketbakkerij Hendriksen. Die maakt daar chocolaatjes van. Okay. Puur melk en wit. Oh, nou, daar ga ik van toch genieten. Het en het hele verhaal van de historie staat in het doosje vermeld. Oké, okay. Nou, dankjewel. Ja. Laatste vraag, afrondend. Ja. Wat maakt radio nou zo leuk voor jou? Ja, eigenlijk wat ik al verteld heb. De 3 dingen die mij als klein siepje fascineerden. Muziek, radio, het kastje waar geluid uit komt. En audio, geluidstechniek. Dat zit met z'n 3 vervat in radio. En ja, hoe mooi kan je het. Maar als we iets dieper gaan, is het niet ook bijvoorbeeld de intimiteit van het medium of zo? Dat je denkt, ik ken deze mensen, ik voel wat je bedoelt. Emotie. Misschien ook wel, ja. Ja, ik heb thuis ook overal radio. Dus ik heb in de keuken plafondspeakers gebouwd, zodat je tijdens het koken een radio kan horen. Ik heb in de badkamer waterdichte speakers in het plafond gebouwd, zodat ik dan radio kan horen. In de auto natuurlijk. Uiteraard in de auto en in de slaapkamer staan de stereo. In de slaapkamer hebben wij geen tv staan, maar een stereo setje. En val je dan in slaap met het oog met de wekkerradio, ja. De andere helft van de hypotheek is er niet altijd zo blij mee. Snap ik. Maar, je kan niet zonder dus. Nee, sterker nog, ik heb natuurlijk mijn vriendin, vrouw, verloofde ontmoet bij de radio. Ja. Heeft zij ook radio gemaakt? Of? Zeker bij de lokale omroep. Ze was technicus. Oh, wat leuk. Dus zij weet het verschil tussen een MD24 en een SM58. Als je dat thuis. Nou. Ja, nee. Oké, Siep, dankjewel hè. Ja, oké. Dikke doei.